Welkom allemaal. Mijn naam is Martin Verschoor en ik ben op vakantie. En als ik op vakantie ga, dan neem ik mee... Jacco, welbekend natuurlijk. En een debutant in de podcast vandaag. Cody Dakota, daar is hij hoor. Yes, en ik wow. neem ook mee... En ik neem ook mee... Want die waren jullie al vergeten. Een bumper. Daar is hij. Um, ik dacht dat we de bumper niet meer zouden benoemen. Uh, toch doen, doen we het toch. Oh. Is, I'm bringing it back. <laughs> bedoel, deze, bunker, deze bumper heeft al minder emotie en ziel, vind ik, dan de vorige bumper. Die was lekker. Ja. Die was gewoon, ja, yeah. ik weet niet. Ja, jij bent de host vandaag, Ron. Open. Dus jij bepaalt ja. wat er gebeurt. Dit is de crossover, toch? Ja, dit, dit is, is de wel, bonus level uh... en de Ron en Erik podcast crossover. Dit is eigenlijk geen powerpraat. Dit is gewoon is dit... de bonus level en Ron en Erik podcast crossover, jongens. Mensen worden genept. De dat bonus ja, Ron powerpraat? Bonus praat? Dit is de... de Reshift Cinematic Universe. Ja, dat is, hier... dat is wat het is. Ja, de RCU. D ja. Ik <laughs> ben <laughs> <laughs> <Hey guys, laughs> We hebben echt tering veel te bespreken. Ik zei dat al tegen Jacco. Trouwens, Jacco, ja. ik mis echt jouw. Uh, jou vind. Ik mis jouw Braziliaanse gevangenisachtergrond. <laughs> <laughs> Met die pull bar en die één poster. Wat een upgrade, hè? Kijk nou, ik heb hier <laughs> gewoon daar Level skateboard en Formule 1 pad. Uh, misschien zie je het al, ik zit in de kamer van Lucas. Want er was een beetje herrie bij mij en wij moeten zo dus ook nog dingen opnemen. Uh, dus ik dacht, nou, ik vroeg heel lief van Lucas, mag ik bij jou komen zitten? Toen zei hij ja. En toen dacht ik dat ik boven op zolder moest gaan zitten. Maar dat heel lief. <laughs> zeg maar zijn setup voor me klaargezet. Dus ja, je, je bent nu wel echt gaan de gaan man, the man in the chair of zo, man. Het is een beetje. Ja, het is, ja ik, het voelt... ik zit ook nooit. Intimiderend, het voelt... dat is heel onwennig voor mij. Oh ja, jij staat altijd. Ja, ja. ja dit, nee, dit, uh, ik, ik weet het niet. Ik, het voelt. Het, nee. Het, het, ik vind, sorry, het, het klopt niet. Laat staan nee, dat klopt je zit. Nou niet. Nou, nee, het niet Nee, het is gewoon. Maar oké, okay, ik, la, ik la, laat maar zitten. Ach, oh, het is het. Sorry hoor. Ik heb even een moment nodig nu. Oké, okay. <laughs> guys, we hebben echt tering veel nieuws. Echt mm -hmm. tering veel nieuws. Ja. dus we doen dit op zijn uh, ronde en Eriks, en dat betekent dat we zonder voorbereiding alles afgaan um, eerste Xbox hadden we op ik uh, zeg even uit mijn hoofd dinsdagavond dinsdag ja 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 ik, um, ik over het algemeen was ik niet super onder de indruk van iets wat Microsoft liet zien uh, geen singleplayer beelden van Nasty. Chief. dat vond ik wel uh, van uh, Halo Infinite geen... ja, ja helemaal niks van Halo want er was nog er waren heel veel geluiden dat die datum aangekondigd werd. Enfin, hij was zelfs al gelekt 8 december. Dus ja, ik zat erop te wachten. En toen opeens zeiden ze nog, ze, ze zeiden nog ja, bedankt voor het kijken, maar we zijn nog lang niet klaar. En toen kwam die Forza-demo wat vet was, maar we hebben die game echt al honderd keer gezien de laatste tijd. Want ze hebben elke maandag hebben ze ook zo een Forza Let's Go stream. Ik zie een En Toen was hij ja. klaar. Toen was hij klaar. Ja, was ja, klaar. Was stream. En ik, ik vond dacht, What the fuck? Ja, Horizon 5 zag er wel weer gruwelijk uit. Ze even alles afgaan? Ze lieten zien uh, Dying Light 2. Ja. Nieuwe trailer. Ja. tof. Ja, ik ben, twee... uh, ik ben all for Dying Light. Ik heb deel 1 echt uh, grijs gedraaid. Wel een beetje. Ja, heeft... ja, maar ik heb wel een beetje mijn twijfels over de 2. Sowieso, natuurlijk, de yeah? ontwikkeling hel geweest. Echt in purgatory. Mm. En uh, over Techland ja, begin ik liever niet. Schijnt ook niet allemaal uh, je van het zijn geweest, intern. Maar uh, die game zag er tof uit in die trailer. Hey, let's go. Een yeah. beetje extra freerunning, dus uh, let's go. Ja, en ja. Dan, hebben we, dan hebben we Flight Simulator, een world update gehad. Uh, we zagen allemaal bekende Europese locaties. Ja, die game blijft briljant. Mm -hmm. En er uh, komt een multiplayer trouwens. Arrow Air Races of zo. Dat schijnt de oh, ja, dat snelste klopt. motorsport ter wereld te zijn. Ja, dus, ja, ja, Er ja. komt gewoon een multiplayer mode. Ja, een competitive ja. multiplayer mode zelfs. Dus het begint ja, zwaar op een spel te lijken. Best wel crazy. De, de, de RARA, de Reno Air Racing Association, is erbij betrokken. Dat, ja. Ik dacht dat wel persoonlijk, maar nu is het ja, fijn, ja, ja. fijn dat Dit je dat hebt uh, Ja, 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 ja ik, heb, uh, ik heb er ooit gewerkt, twintig uh, jaar. Kom, <laughs> ik heb er ooit gewerkt? Dus uh, ja. Oké, okay, <laughs> okay, nice. Het uh, begon als ik, wat eh, want Er zijn nog wat dingen, er waren nogal, uh, humble games komen naar Game Pass, dan nog een Age of Empires 4. Een uh, chick die verliefd was op wapentuig, blijkbaar. Ik weet niet wat dat was, alleen er was iemand heel lang aan het praten over... Uh, de uh, twee uh, Boucher. Zelfs ja, twee Boucher. Ja. een ja, het was... ja zo, zo zag het er wel uit. Ja, alsof zo'n pest was in reentje, ja <laughs> eentje. Hey, jongens, zo was het vroeger. Ja, maar dit zit dus in de game. Hè. Eerst, ik was een beetje in de warm, maar ze hebben dus al dit soort kleine documentaires in de game gestopt. Waarbij je ja. zeg maar over van alles en nog wat kan leren over middeleeuwse operaties en hoe je kastelen bouwt en zo. En op zich. Ik denk dat het wel leuk is voor zeg maar, de mensen die echt hardcore fan zijn van Age of Empires en middeleeuwen. Maar dit is niet wat je wil zien in een, uh, een Xbox-stream. Ja, kijk, dat je dat ik. zien. sure, fine. Daar ben ik oké okay mee. Maar als je vervolgens gewoon na die introductie van de trebuchet het gewoon afkapt en zegt... Oké, okay, volgende... Ja, dan... <laughs> dat vond ik wel raar. En de stream viel er ook nog eens uit, hè. Ook dankzij die trebuchet. Ja, oké. Okay, ja, dus kwam door de trebuchet. Ja, die ja. ging dwars door de servers heen. <laughs> ja, ik kracht. heb daar dus niks van meegekregen. Nee, ik heb dat ook niet meegekregen, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik in slaap gevallen ben tijdens deze teringsaille presentatie. <laughs> ja. uh, ze, hadden, ze hadden. Nou, één ding wat ik wel vet vond was Into the Pit. Dat is die heksenachtige game. Met die, uh, dat je spells kon casten in first person en zo. Ik weet niet of jullie dat oh. nog een beetje herinneren. Uh, dat zag er echt cool uit. Heel old school, le Leek een beetje op de, zeg maar, de oude. Uh, ja, it-software games. Beetje een beetje uh, Dark Messiah-achtig was dat die game? Ja, die game, ja. Ja, 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 ja zeker. Alleen dan heel erg Doom-achtig. zeg maar, heel snel. En, yeah. ja. ja, heksen. Dit yeah. denk aan heksen. Ja. Um, uh, even kijken, en dat was het eerlijk gezegd wel. Behalve dan dat ze nog lieten zien dat uh, cloud gaming, de Xbox Cloud gaming, komt naar consoles. Dan denk je misschien, maar hè, dat, dat maakt toch niet uit. Nou, a, ah, je kunt dan op een, Xbox, op een Xbox One, Xbox Series X games spelen bijvoorbeeld, ja. of S. Dus dat is een dingetje, maar het betekent natuurlijk ja. ook gewoon... Het is gewoon snel, weet je. Als, je, als jij even een game wil testen die op Game Pass staat, maar ja, je hebt geen zin om Call of Duty van je console af te moeten gooien, omdat je 60 gig vrij moet maken, kun je ook zeggen, oh, dan test ik hem even in de cloud. Dat is wel uh, functioneel, ja. Op zich is het... Ja, dat zat ik ook te denken, van nou, als je er zo naar kijkt, dan... Maar dat ja, hebben ze dan gelukkig zelf niet op deze manier gepresenteerd tijdens de presentatie, dus dat is echt... Uh, dat is top. Fijn, <laughs> ja, fijn dat ze is... dat uh, aan jou overlaten? Ja. Hoor. Nee, ja, dat, uh, daar ben ik voor. Uh. <laughs> ja, maar uh, het is ook uh, 1080 P60 FPS. En wat ik wel ja. afvraag, als bijvoorbeeld dadelijk een Halo Infinite alsnog op Xbox One uitkomt. Um, wat, is, wat is dan de beste ervaring? Want. Ja, goed. Je, je moet sowieso wel een stabiele verbinding hebben. Maar dat is voor 1080p, 60 fps, is dat niet zo heel veel, denk ik. Uh, nee. Hoef, hoef niet. Je, je hebt geen superverbinding nodig. Maar ja, ik vraag me af, zeg maar qua beeldkwaliteit, qua scherpte en qua stabiliteit, is dan niet toch de Xbox One versie beter? Um, dat is wat ik me afvraag. Want uh, het zou misschien een, een makkelijkere afweging zijn als het bijvoorbeeld ook 4K ondersteunde. Uh, ja, of uh, 120 fps, maar dat ja, dat is voorlopig nog niet zo. Nee, het is geen 4K-beeld, dat klopt. De output is uh, 1080p. Het dashboard van Microsoft van de Xbox wordt trouwens wel 4K. Ja, degene die zich daaraan ergeren, hij bocht ik 4K. erger me eraan laat. Ik dacht, Ja, wat, hel, wat is dit voor onscherp logo? Ja, opeens toen startte die op. Ik stond heel dichtbij mijn TV. Dan dacht ik, waarom is dit zo onscherp? Er is echt zoveel, ja, zin, ja. zoveel mis met die zin. Ik stond zo dicht bij <laughs> mijn tv. Goed. Nee, hij was aan het rommelen met kabels en shit. Dat nou, goed, ja, ben blij. <laughs> uh, wat ik niet begrijp is waarom ze hem ook niet meteen HDR maken. Dat is niet zo. Ze maken hem ook niet HDR. Of is dat, is dat plan wel? Want dat vind ik altijd zo irritant. Als mijn tv dan switch van SDR naar HDR. Ja. Of een week dat dashboard. Dat is heel irritant. Dat duurt ook weer een seconde. Mm, okay. Dat is een goede goed. vraag. Ja, tot dusver. Weet je wat trouwens echt een fucking curveball was die gegooid werd? Uh, State of Decay 3 is aangekondigd. Ja! En wat laten ze zien? State of Decay 2 DLC! Dat was echt heel raar. Uh, wat? Uh, wat? Ik zat zat te kijken zo. Want ik, ik lag met migraine op bed. En ik lag zo de hoofd te kijken zo zeurend en, en scheldend. En toen dacht ik, oh in ieder geval State of Decay 3, ah oh, fuck jullie. State of, State of Decay 2 Homecoming heet het. Ja. Ik, ik moet wel zeggen, e ik heb helemaal vond... gemist dat State of k 3 is aangekondigd. Ik dacht dat het echt direct over State of Key 2 ging. Maar 3 is aangekondigd, terwijl ze 2 lieten zien, de DLC. Ja, ja, 3 was vorig jaar aangekondigd volgens mij. Ja. Of tijdens de Game Awards of zo. Maar... Uh, nee, e E3 is... is die aangekondigd. Oh right, hij de... was al aangekondigd, maar er was gewoon ja. geen notice van tijdens deze presentatie. Dat was het ding. Ja, een jaar geleden op de E3 zeg, je, ja En nu was het gewoon... Uh, ze de de er nog zo. Ja, maar wat er toen ook naar buiten kwam, is dat het was al een soort van CGI-trailer. En... Uh, er waren allemaal vacatures en later ook interviews. En ze zeiden: Oh nee, we zijn echt net pas begonnen. Deze game is in een hele vroege fase. Dus ja, ik snap het ook wel dat ze dan nog niks van ja. die game kunnen laten zien. Maar noem het dan op zijn minst. Want het is zo gek. Iedereen weet dat je aan die game werkt. En nu breng ik opeens weer DLC uit voor State of the K2. Iets waar ik sowieso zelf niks mee heb. Maar... Ja, ik vind hem heel vet, alleen ik ga niet die DLC spelen. Ik heb homecoming ook niet gespeeld. Volgens mij. Was er al een homecoming en is dit weer een nieuwe DLC erop of een aanvulling? Homecoming? Oh nee, de ja. Heartland. Zo was het. Heartland. Daar zit een aanvulling op. Oh, okay. Deze heet homecoming. Uh, ja, ingewikkeld, maar ik heb precies ja. hetzelfde, man. I don't give a shit. Who gives a fuck? Ik bedoel, ik snap niet dat je het marketingmoment laat liggen. In, nee. in Nederlandse taal, dus wat ik dan zou zeggen. Ja. Um, ja, er staan nog wel games tussen... waarvan ik zoiets heb van... ja, oké, okay, weet je wel, The Gunk. Ik ben wel benieuwd naar die right, game. Right, The Gunk. Ja, het ziet op zich wel funny uit. Ik vind die hele sfeer wel nice. Dat uh, Zien we ook steeds vaker nu weer die sfeer... ook met Metroid Dread en Returnals allemaal een beetje dat... Uh, dat ja. Ja, die abyssachtige achtige space vibe. En uh, ik dig het op zich wel... maar ik weet niet per se... of dit echt een hele lekkere gameplay game gaat worden. Ik denk niet dat het heel lekker wegspeelt. Daar ben ik Ik weet het niet. Op. Ik... Ik weet, het niet. Ja. Ik, ik, ik weet gewoon niet wat het is. Ik hou van de naam. Ik vind The Gank een briljant. De Gank klinkt dus chill. Ja. Ik hoop dat het goed wordt. Ja, je moet ja. een beetje space debris wegzuigen met een soort van Luigi-achtige stofzuiger. Dat is het ding volgens mij. Ja. Ik ja. 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 ja, ja, blijft dat ja, leuk. Ja. Ja, dat is shit, ik Ja, en shit en vechten een beetje. En je hebt dat exploration zo te zien. Maar hm. de stijl is heel vet. En de stijl is echt heel vet, ja. ja. Het, uh, het ziet er uh, grandioos mooi uit qua worldbuilding, et cetera, en art. Dus ik uh, ben wel benieuwd. Um, ik ben trouwens, Psychonauts 2 zat er ook nog in, die ben ik aan het spelen. Uh, maar dat, dat kunnen we misschien later nog over hebben. En ze eindigden met Forza Ryzen 5, die eruit ziet als Forza Horizon 4, maar dan mooier. En uh, ik vond Forza Ryzen ja. 4 fantastisch. Dus, uh, ja, ik ben wat vind van de change of voor. settings? Ben je blij dat we van, uh, zeg maar, van Londen naar Mexico gaan? Is dat, uh... Ja, blij. Ja, I don't give a shit. Uiteindelijk hoop ik gewoon dat ze die game vet maken. Maar... Ja, het zag wel um, tof uit met al die losvliegende rotsblokken en debris dat je zag... Ja. Dat, dat, dat deed wel wat met me, moet ik zeggen. Ja, hij moet natuurlijk ook gewoon draaien op normale Xbox'en, als ik het goed uh, mm -hmm. heb. Volgens mij komt hij ook gewoon naar de Xbox One. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje zo van, ja, oké, okay, dan maak je nu een nieuwe... en dan komt hij opnieuw ook weer naar de Xbox One. Dat is toch jammer, vind ja. ik. Vindt ik vind het wel goed dat ze wat ja. meer op punt focussen met die minigames en shit. Dat je die uh, piñata-popping hebben ze aangekondigd... en een soort van Fall Guys-achtige afvalrace en zo gaan ze kennelijk komen. Ja, dat vind ik ja. wel leuk. Ja, ja, zeker. En Horizon 4 had dat ook al een beetje. Die was ook heel speels met dat ja. soort dingen. Maar die game ziet er fucking mooi uit. Het is echt uh, dat landschap en de detail. De is echt. Ik uh, ben wel benieuwd. Je ziet wel echt dat het veel mooier is dan 4. Ja, en die, ja, die variatie lijkt me ook groter, zeg maar. Dat is wat ze zelf ook de hele tijd benadrukken. Ik vond Australië van Horizon 3 vond ik eigenlijk oh, verder ja. dan Engeland. Ja. Gewoon omdat Australië, ja, ik weet niet man, iets meer. Tropisch, je had die grote stranden. Je had die regenwouden en zo. En dat heb je nu ook een beetje. Dus ja, als ik het zo ja. zie. En dan die, die intro-scène was wel weer dope. Daar, daar gaan we sowieso ook weer een demo van krijgen. Dat hebben ze bij 3 en 4 ook gedaan. Dat je zeg maar. Um, ja, hier dropt je dan zeg maar op die vulkaan. Dan je zo naar beneden racen. En dan switch je dan weer over naar een andere auto. En dan race je zeg maar met die laatste, zeg maar de headliner, de grote auto van de game. Race yeah. je dan zeg maar naar het festival toe. En dan met die muziek op de achtergrond. Vond ik wel weer cool. Vond ik wel weer cool. ja, Ik heb heel veel zin in deze game. Zeker. Um, idem. Ik denk dat we moeten schakelen aan een dag later. Ja, laten we uh, doen. opening night live. Ja, daar begint het eigenlijk echt. Daar begint het pas, ja. We zijn uh, al een kwartier aan lullen... ...maar terwijl die vorige show eigenlijk nergens over ging. Ja, en, ja hadden ze misschien beter niet kunnen doen. Zeker met die nee. uh, uh, Age of Empires en Halo... ...bewaren dan voor Jeff Keighley. Ja, je ja, bewaren gewoon... voor Jeff Keely of ligt het anders? Ik, dat vraag ik me af. Ja, ze hebben... Nou, bewaren... Ik weet niet, man. Ze hebben, als Jeff Keely er niet was... ...hadden ze het zelf laten zien, denk ik. Precies, de absoluut, 100 procent. Ja, het is... Uh, ik vind het zonde. Ja, het is zonde, ja. ja. Maar ja, ik... Ja. Ik weet niet... Ik, ik vond het heel erg tof dat zij die trebuchet zo interessant vond. Dus dan zie ik op de achtergrond uh, Tenshu even een flinke battle aangaan met... Ik weet niet wat het is, waarmee die vecht. Oh, nee, maar dat is altijd... Een like dat, is altijd dat, dat is altijd... Dat is gewoon power. helemaal... Tekken ja. is altijd... Die... Oh, de is tekken. Pas als ja, je tekken. bloed ziet, moet je het even zeggen. Dan moet Ron even ingrijpen. Ja, ja volgens mij... <laughs> ja, komt wel goed, denk ik. Komt er. Uh, goed. Soms dan hoor ik echt. Eigenlijk... Oh! Okay. oh. Nee, oh daar het goed De spannende content is dit. Het is heel goed, weet ja. je. Maar goed, nee, guys, inderdaad. Uh, ja. de, de show begon. Chefke, Chefke Keely. Uh, begon met de, de reboot van Saintschouw. Ja, gewoon en, je um, lekker je show starten met een knaller. Ik, ik ben er wel ik, voor. Ik, ik, ik houd van de eerste Saintschouw. Dus ik ben iemand die zegt: de eerste Saintschouw is de beste Saintschouw. Oké. Okay. Doe ik gewoon. Dat doe ik gewoon. En ik schaam mij daar niet voor. Dat mag. Dat is jouw ja. recht. Ik, um, ik heb dus alleen drie gespeeld. Ik vond drie. Ja, vanzelfsprekend dan de beste. Maar ik vond hem wel leuk. Niet, ik heb niet super goede herinneringen aan. Saints Row. Drie, drie heeft wel echt twee hele vette scènes. Die eerste met die kluis in die bank. En daarna ja. uh, dat je in de auto zit. en dat die Love is a Remember that. aan het zingen dat is met de crew. Dat is echt de gouden content. Dacht dat weet ik niet eens meer. Maar dat het, is, is, wel, het is een hele lijpe cool. game. En deze. Ja, hij is, lijkt iets minder gek. Ze, ze ja, gingen zeker. steeds gekker. Ze gingen steeds ja. gekker met alles. Dus op een gegeven moment was je, zeg maar, ging je naar de hel... en je werd president en mm. zo, in vier. En nu gaat ja, ze nog ja, een ja, beetje ja, je ging naar, naar, die... naar de hel. Ja, <laughs> ja. ja. dus ja. Uh, het zag er goed uit. Ik, vond, en, ja, uh, ik ben wel benieuwd. Alle oude personages... Het is echt een reboot. De oude personages keren ja. niet terug. Ja, misschien als een, uh, een easter egg. Maar je hebt dus een nieuwe crew... Uh, er komt Co-op aan en ik sprak Michel, of misschien heb ik dit in zijn preview gelezen, ik weet het niet meer. Maar hij zei ook echt: van, Het is, echt een, ja, nog steeds, het is eigenlijk een beetje meer realistisch geaarde uh, Saints Row. Ik denk dat hij heel erg dus gaat lijken op die eerste. Ja, ik denk, die, denk dat het geen ook. kwaad kan hoor. Ik denk als je die lijn voortzet, nee. waar, waar, waar moet je heen nadat je president bent geworden en in de hel bent geweest? Weet je? Op een gegeven moment is het klaar. Ja, precies. Je, je <laughs> kunt op een gegeven moment nergens meer heen. Ja, maar uh, nee, ze zag er doop uit, man. Die trailer. Ik moet zeggen, ik weet niet per se of ik echt in die art stel. Of dat, dat direct een match was met mij. Het ging een beetje af en toe richting uh, een beetje Ubisoft-achtige shit, zeg maar. Dus ik, bedoelde... ik, ik, kreeg, ik kreeg ook Ubisoft-vibes. Ik weet niet waarom. Ja, ik kreeg het, ook Ubisoft-vibes. Er gewoon ja, ergens in. Door die eerste CGI-trailer, Ubisoft maakte dat van, van die hippe personages, weet je wel. Dat, ja. Het, ja, ik kreeg daar, een beetje, doorgaan, hoe heet die er weer? die hek uh, watchdogs Ja, denk. ik ging ook richting yeah. watchdogs in mijn hoofd, ja. ja. En ook inderdaad ja. Ja. kreeg je die soort van dead mouse achtige helm op, van die guy op die motor. En toen dacht ik al van, oké, okay, yeah. dus ja, nou oh, goed. Anyway, dat, dat was het gevoel ik er weer kreeg. Maar ik ben wel ja. echt heel benieuwd. Ja, en uh, uh, er staat dus een preview op pu.nl van onze vriend Michel Musters. Uh, en wat hij, hij was heel enthousiast over de wereld, waar we dus hele korte snippers nog van hebben gezien. Maar hij vindt die wereld heel vet, omdat hij, hij lijkt heel gevarieerd te zijn. Het, is, het heeft ook uh, allemaal verschillende regio's. Uh, bijvoorbeeld Las Vegas is nagemaakt, wat woestijndingen, een uh, soort meer stedelijk iets. Okay. Um, en wat je dan kan doen in die wereld is zeg maar, je, je gaat dan vechten met andere gangs. En als je dan een gebied hebt veroverd, dan kun je zelf bepalen wat voor criminele activiteiten hier yeah, Ja, het is echt een dus turf war. ...achtige game. Ja, ja het is, die game, het klinkt... ...want ja, we hebben het nog niet gezien... ...maar het klinkt als één grote turf... Hoor, ...en dan kun je gewoon zelf bepalen wat je waar neerzet. En ik ben ja. heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Of je gebouwen dan ook anders eruit zien... ...en wat voor invloed dat heeft op de spelwereld. is wel weer een leuke manier om met zo'n... Ja, ...GTA-achtige game om te gaan. Ja. Laatste ja. ding over Saints Row. Erg sterk dat je de game aankondigt, release date... ...en een stukje gameplay laat zien, toch? In dezelfde presentatie. Dat oh, echt, ja, zeker. Niet echt, niet echt dat... van deze tijd, vind ik. Zeker, ja. dat was echt fijn. Dat je gewoon in één keer alles hebt. Ja. Um, ja. Uh, 2022, hij... 22, 22, dat wilde ik dus... Uh, 2022, 25 februari. Ja. En hij komt ook naar de oude generatie consoles en de ja. PC. Dus dat is wederom dezelfde week als Horizon. Perfect. Oh, wauw. Oké. Okay. Waarom komt Horizon altijd met een grote triple-A-game uit? Wat is uit? dat? Nou, oh, sorry, sorry, geen triple-A-game. Met een grote open-wereld-game. Ja. Toen was dat Zelda, nu is dat deze. Ja. Yep. Um, maar, ja, goed, en het ik weet is niet... vlak voor de volgende game die wordt aangekondigd. Toch of uh, niet? Zeg ik dat nou verkeerd? Ja, ik weet niet welke game je bedoelt. Nou, uh, Marvel's Midnight ja ja, 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 precies. Ja. Het oh, is mooi dat shit. jullie erbij zijn. Het, de enige drie Marvel-experts van Nederland. Dit is Zit het, die het ja. nu Zitten die toevallig <laughs> bij elkaar. Uh. 22 <laughs> maart. Ja, <nog. laughs> Hè? 22 ja, maar maart komt die, ja. toch? 22 maart, oké. dat moeten even doorgaan pennen dan, hoor. Jezus, ja. Maar nee, wat ja. vonden jullie van die Midnight Suns premier trailer? Ik vond hem dope, man. Ik kreeg kippenvel, ik, <laughs> ik zeg je, het je eerlijk. Het je ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik weet <laughs> niet, man. Ik, ik vond een... hem wel een beetje all over the place, ga ik toch zeggen, hoor. De hele tijd ze heel ja, raden, ik... vrij rapje je personage introduceren. Het zat allemaal echt... die gele pakken. Het was een Kast... soort van X-Men. Die ik Enter het <laughs> Wat, waarom? waarom doen de uitgevers dit nog? Het is godverdomme ja. 2021, we weten ah. nu dat iedere trailer een, 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 een heel hooggezongen nummer op een lager tempo kan uitvoeren en daarmee ja. emotie, em, emotie probeert te provoceren. Dat, dat, dat gebeurt is nog nu, heel vaak. Dat, dat gebeurt dat nu nog, nog, nog steeds. Maar gewoon, hoe ja, kan ja, dat steeds. nou? Iedereen zei drie jaar geleden al, ah, wat een bullshit. Toen Mad World in de Gears of War 1 trailer zat, dat is gewoon 15 jaar geleden. Toen zeiden mensen al, ah, dit is wel heel cheesy, dit is wel heel cheesy. Vijftien jaar later doen we die shit nog steeds. Ja, je had laatst ook nog Smell Like Teen Spirit of zo. Ik weet niet, volgens mij Live Strange of zo? Live Strange, Nee, het was True Colors, toch? Het zat ergens in. Yeah, maar, ja, maar ja, verder over de trailer Goed. en over die game. Ja, Midnight Suns, ja, ik weet nog steeds niet echt precies wat het gaat worden. Uit de preview van Woutopu.nl, hij zegt dat het eerder richting Dragon Age gaat dan richting XCOM. Um, Oké. Okay. Maar ja, ik weet niet man, ik, ik werd, werd voor mij niet heel duidelijk wat voor game we hier gaan krijgen. All over the place, dat sowieso, <laughs> bijna elk Marvel-personage die we een beetje credits heeft, hebben gezien. En een ja. complete nieuwe villain bedacht, of held bedacht, ja. is maar net hoe je de insteek bekijkt. Dat vind ik wel, wel balsy of zo. Ja, ja ik, 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 misschien is dat ook vanwege de... Ik weet niet, is dit canon? Is dit lore gerelateerd uh, misschien? ik, 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 ik heb uh, zoals oh, je weet, weet, ik ben Marvel-expert. <laughs> ja, precies nou, net als wij. Absoluut. Er, ze schijnen er wel naar te hinten met... Uh, ja, spoilers als je Loki nog niet hebt gezien. Maar de, we gaan natuurlijk dingen met de multiverse doen. Dus het schijnt daar een beetje. Gaat hier. Het schijnt daar een beetje mee te maken te hebben. Nou, ja, multiverse, je weet het. Je hebt de, ja, ja, de Spider-Man ja, ja, ja. trailer gezien code. Besides, ik kan ik niet een bitch over spoilers. Als ik gewoon niet meer shit kijk op tijd. Dus ja, ja. Ik Zelfs ik heb hem al gezien. Dat <laughs> ja. ga ik wel zeggen. Kijk, daar ja, ga je. Maar uh, ja. ja. Nee, ja, wat. Ja, goed. Er staat dus uh, inderdaad een preview op NL, En daarin legt ze wel een beetje uit dat het. Het, hij krijgt zeg maar, van die tactische gevechten zoals XCOM, waar ja. FireExcess Games natuurlijk vaak goed in is. Maar de relaties met andere personen, dat staat ook centraal zeg maar, met Tony Stark en Captain America en Blade en zo. En uh, daardoor klinkt het meer als een RPG. Dit is long rumored to be the Marvel XCOM game. Dus het mm -hmm. verrast me wel dat, ja. uh, dat Wouter zegt dat het daar minder van weggeeft dan. Um, wat zei hij nou, Dragon Age? Ja, hij is er iets meer richting Dragon Age ja. dan richting uh, XCOM, ja. Maar ah, verrass me ja. nou wel, want alles wat ik over deze, school, deze game gehoord uh, heb... is dat gewoon uh, in dat rijtje Mario rabbits, uh, XCOM... Ja, uh, het volgt. is ook van Fraxus, dus dat mag je verwachten, ik guess. Maar goed, ja. we zullen zien. Maar uh, 1, 1 september krijgen we gameplay, hè? Dus dat is ja. volgende week. Ja. Ja, ja dan pas kunnen we, dan we, we eigenlijk we zeggen wat we er echt van vinden. Want... Dan weten we wat voor tactische RPG het dan uh, precies is. Ja. Eén game ja. waarvan we wel zeker weten wat het is, is... Goede oude vriend, Call of Duty. Uh, Call of Duty Vanguard. Uh, is, uh, de de singleplayer is onthuld. Volgens mij komt er ook binnenkort een beta aan. Want vorige week uh, er zat een paupera tussen. De multiplayer was onthuld. Um, dit, is, dit is inmiddels... Uh, we kennen dit van iedere E3 natuurlijk. Um, dat is eigenlijk alweer meteen dat ik denk... Hmm, best wel opvallend. Deze game zou normaal drie maanden geleden onthuld zijn. Absoluut. Ja, In, ja, dat is het eerste wat ik dacht ook. Ja. Twee misschien. Dus ik kreeg heel als je van... Oh, hm, oké. Okay. Yeah. Ik heb het gevoel dat ze in die cyclus niet lekker zitten van kot. Ik heb echt de indruk dat ze niet lekker zitten. En ik denk dat dat komt door het succes van Modern Warfare. En natuurlijk yeah. uh, de development hell van de vorige. Maar nee, ik denk sowieso, dat ook... bedoel, alle studios worden nu ook ineens op de voorgrond geschoven. Eerst werd het dan met Raven Software die ineens uh, de volle lead zou krijgen. En nu, oké, okay, het is niet de eerste keer dat Sledgehammer het doet. Maar toch redelijk frappant dat hij ineens weer zo op de voorgrond treedt. Ja. Uh, yeah. yeah. Maar ik moet wel zeggen, ik ga wel zeggen. Ik was 0,0 hype voor deze Call of Duty per se. Gisteren hebben ze dat wel omhoog geschroept. Ik vond het wel dope. Ik vind het wel lekker dat we een beetje teruggaan naar uh, ja, een beetje, ja. Het deed mij dus gek genoeg denken aan Metal of Under Vanguard. En dit is Call of Duty Vanguard. Oké. Okay. <laughs> dus, ja, dat is dus wel. Ik oh, Vanguard. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, uh, Jacco, jij uh, mag jij er al meer over zeggen en zo. Uh, want ja. Jij hebt uh, uh, hem uh, ges getest, ge 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 gespeeld gezien, ook, alleen. gezien, getoond, nee. gekregen. Okay. Nee. Laura Bailey nou. stond op het podium, die stond te vertellen over haar uh, voice uh, acting work voor deze... Volgens mij zei ze letterlijk, it's always been my dream to, uh, to ja. be in a Call of Duty game. Waarbij ik dacht, wow, oké. Okay. De meeste mensen weten ja. niet eens dat Call of Duty voice actors heeft, maar dat vind ik best <laughs> wel een heftige. Um, <laughs> ja. Maar ja, ja. Het is natuurlijk wel zo. Call of Duty staat nou niet, niet echt bepaald dat je denkt aan het summum voor Laura nee. Bailey, persoonlijk. Maar, nee, Troy ben. Baker zat er ook in, volgens mij, in de Summer. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, ik heb er dus een presentatie van twee uur over gehad. En ze focusten wel heel erg op de singleplayer. En um, deze demo had ik zelf nog niet gezien. Ik heb een andere demo gezien. Maar je zag wel een beetje dezelfde elementen. Ze gaan heel erg voor die destructie. Dus je zag op een gegeven moment dat zij dan met de shotgun door hout schieten en ja. op een gegeven moment ja. zo er doorheen ramt. Ja. Uh, dat gaan ze dus ook doen in multiplayer maps. Dus je kan um, hout en glas en zo kapot schieten. En dan kun je zeg maar nieuwe wegen creëren. Uh, de laatste binnenkort, volgens mij, ook meer van zien. Hebben ze gezegd, of later laten ze meer ervan zien. Um, we mochten er ook niet al te veel over vertellen. Het was een beetje vaag. Uh, en Wat je ook nog zag, is blindfire. Dat keert ook terug in de multiplayer. En dus ook in single okay. Je zag op een gegeven moment zag je haar zo vanuit, vanuit die bank. En dan zie je echt zo die armen zo. Ja, ja. Je ziet niet waar je op schiet, zeg maar. Niet helemaal. Dus dan kon je even snel zo over je dekking inschieten schieten. Um, ja, verder. Ik weet niet, ik ben niet helemaal weggeblazen door deze yeah. game of zo. Maar het komt ook omdat Modern Warfare was zo goed. Black ja. Ops was duidelijk weer van... ja, we gaan terug naar de eerste Black Ops... maar we doen wel wat Modern Warfare ook allemaal deed. Uh, en deze game doet dat ook een beetje. En ze hebben ook expliciet gezegd dat deze game draait... op de engine van Infinity Ward. Yeah. Uh, weer iets aangepast, maar wel echt hun eigen ding... In, in tegenstelling tot Black Ops. Want die draaiden op de Black Ops 4 engine... ...die weer wordt aangepast. Uh, dus ik vind het er wel weer heel mooi uitzien. Ik vind het een hele mooie engine. Ja, en ja dit het is een sfeer. mooie... ...mooie game wordt het. Die, die decals en zo... ...het zag er echt goed uit. Ik vond het wel grappig ja, dat we ineens besloten dat we kunnen klimmen in Call of Duty op de uitstekende The Breach. Oh, oh, dat daar echt... erg ik me al meteen weer aan. De ja, witte baksteen. Ook, die ga je ook, dus, de witte baksteen. Die ga je dus continu tegenkomen in deze echt, fucking game. de witte baksteen. Playstation Studios, zeg maar. Dus, dat, ja, 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 dit is echt een Charlotte 1 vibes. Ja, dat was niet Moment. nodig voor mij. Het zag er ook nog eens zo statisch uit als een fucking lekker skippybal. Echt insane. Ja. Maar goed, <laughs> uh, verder dan dat, zeer is... sfeervol. Lekker skippieballen als in statisch, uh, vanwege elektriciteit, statisch? Yes, yes. Omdat het rubber is? Oké, okay, ja, ja, dat snap ik. Oh, nee, oh, nee, daar okay, heb je een doorgeten. goed punt. <laughs> ja, dank je ja, wel. Is, big brain uh, Cody. <laughs> <laughs> Ja, het is maar goed dat ik kon komen vandaag jongens. Anders dan, uh, ja, 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 dit is de context die we nodig hebben. Oh. Anders kunnen we dingen niet in perspectief plaatsen. <laughs> Zo Zoals ja. ik ook niet in perspectief kan plaatsen, hoe Mocha vet die Halo Infinite CGI trailer was. Ik vond die echt fucking goed. Ja, vond je hem goed? Hey, gast, toen ja. die muziek begon met spelen, toen, uh... ja. de muziek was goed. Ja. De muziek was goed. Ja, ik heb zoveel zin in Halo Infinite. Het is echt uh, mijn most anticipated game van het jaar. En hij komt dit ja? jaar. Je bent gast. Ben dit jaar. is jouw moment. Dit is mijn moment. Hij nou, ben niet echt een halo, halo man maar ik heb wel een zekere affiniteit met deze serie. Tekken. Kom. En tekken ook. Um, dus ja, het is een... En tekken ook, ja. Nou, het is... Oh, sorry, ik was even afgeleid. Die dik zak hier. Alleen, um, die game heeft een probleem. En dat is dat niemand weet hoe die singleplayer eruit gaat zien. En ze hebben nog vier maanden. En ik ben... Ik vind het gewoon heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over deze game. Wat ze hebben laten zien was gruwelijk... Um, die cgi was schuwelijk. Ze weten precies wat ze hebben om mee te werken. Qua lore, denk ik en zo. Um, ja. Multiplayer, ik hoor alleen maar goede dingen. Um, ik vind die nieuwe console vet. Ik hou van nieuwe. Con ze gaan een hele teamed console maken. Ik vond hem ook wel cool. Nee, man, nee, Ik, nee, het ik is. kan het niet. Ik kan hier niet voor staan, jongens. Het heeft, de nee. de, de helft. zijn een soort van sterren of zo. Doe eens normaal. Cody! Yeah. Nee, Cody, voor dit is, nee, nee. voor. Er was, er was een periode toen kwam er iedere maand een nieuwe gekleurde Xbox uit, een Star ja. Wars-editie, een Star Wars, edition, een Star Wars PlayStation. Ja. Daar zijn, zijn ze mee gestopt. Ze moet, dat moet terugkomen. Dat ben ik wel met je dat eens. Ja, ik vind dat echt heel tof dat ze dat doen. Ik was ook eerst, want ja. je, je zag dat poppetje, zag zeg maar Masti, zag je omgesmolten worden tot iets. Ik dacht, oké, okay, we krijgen een statue, heel dik, heel vet. Toen werd het een console en wel, dacht denk ik, ik, oh yes, yes, yes. En ja, toen zag ik de reveal maar... en toen dacht ik echt, oh, fuck nee, dit is echt niet mooi. Ja, ik, 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 ik ik zou hem liever hebben dan die zwarte doos die ik denk ik denk ik ook ja, ja Je ik kan hem al pre-orderen, geloof ik hij zou ja, ik ook... nog een Series X kopen ben je gek hij heeft ook nee, mat, ik, matte kleur kleuren mee, met hoor, shiny en zo materiaal. ja ja ik vind ik vond hem ook mooi de controle vond ik ook wel mooi maar hoef ik ook niet die, per se die elite controller vond ik nog mooier dan de wow, console ja. <laughs> Fuck. die elite controller was ja, ik heb hem besteld. Ja. 200 euro. Goddamn. Jesus holy shit. Ja, come on, man. Hoe fucking mooi was die, man? Maar met is er niet stalen... uh, echt een widespread issue met de A van de Elite 2? Dat die A-knop een beetje weird is? Niet, je doen, er dit. Op te spelen? niet doen. Niet doen? Ja, afblijven? Niet, niet doen. Nee, afblijven. Okay. Laat mij met deze impuls afblijven. Okay. die op, ja. ja, op een is... enkele manier te verantwoorden is. Behalve dat ik hem kan aftrekken van de belastingen omdat ik een <laughs> bedrijfsaankoop is. Hij is mooier dan die Forza controller, ga ik zeggen. Ik vond die vaste controller ook vet. Trouwens. Ja, maar ik vind deze van Ik, vond, ik... Mm, vond die hele vette ja. Ik ja, snapte niet ja, waarom iedereen zo flipt om die Forza controller. Ja, omdat het een goede kleurencombi is. Maar ik geef eigenlijk niks om controller, uh, hoe mooi ze zijn of zo. Ik Alleen, ook niet. Uh, Deze vond ik echt vet. Ik, vond echt, ik dacht echt, wow, hoe zeg je Master Chief zonder Master Chief te zeggen? Die controller is gewoon ja. de Master Chief. Dat is het. Man. Van fuck ja. gruwelijk. Dat is het. Maar kunnen we, kunnen we stellen dat de aankondiging van de controller en de console vetter was dan de aankondiging... In deze stream, want ja, 8 december is leuk, maar dat was en al gelekt. Ja, en klopt. verder weten we inderdaad nog steeds niet meer. Ik vond, ik nee. vond die trailer wel leuk, maar geef dan iets, oh, geef nee, dan uh, een eens. missie of zo, of iets wat we nog nee, niet eens, weten. Wat we willen is gewoon een missie zien. Ja, dat is. Dat is yeah. Ik wil gewoon een missie fucking iemand iemand te zien die de game speelt. Maar goed, uh, uh, kijk, <laughs> deze game is een jaar uitgesteld en nog steeds launch die niet met co-op en is dat online koop of is dat splitscreen screen koop? Dat is beide. Toch? Nee. Dat denk ik wel. Ik eens niet dat hij zonder split screen lanceert. Ik denk niet dat hij alleen geen, nee, heeft gewoon geen career co-op, denk ik. Jawel, weet ik zeker. Ze gaat toch niet aankondigen, ja, hij heeft geen online co maar wel split screen. Dat weet ik niet. Nee, 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 die heeft zeker geen hele. Ik dacht, ik wel echt een tekortkoming dan persoonlijk. Want dat is wel waar die hele campagne voor mij grotendeels op draait sinds, ja. Yeah. Ik heb een. wacht split screen. Ik heb er nooit besteld gestaan dat dat. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat niet gaat over. Uh, nee, geen koopcampagne. Co nee, gewoon geen koop. Oh, Jesus Christ. Maar ik ik ja. ben zeg maar. Ik heb heel weinig Halo gespeeld, behalve dus Halo 3, omdat we die altijd in split screen speelden. Ja. ja Elke tevreden. vrijdagmiddag gingen we Halo 3 spelen in split screen. Dat was super leuk. Ja yeah, man. Maar, het is ja, een fucking same. bummer. Het is een bummer en je moet drie tot zes ja. maanden wachten, want een season komt in. in uh, Elk seizoen duurt drie maanden straks. En ja. uh, ze zeggen het komt in seizoen twee. Ja, dan heb je waarschijnlijk al uitgespeeld. Season is seizoen twee. En dan gaan we ervan zat, uit hè? dat er geen seizoen nul is. Zoals bij Splitgate. <laughs> dat je gewoon seizoen 1 en 2 hebt. De dus zomer kunnen dat we zes maanden, er misschien zelfs negen maanden verder zijn. Dan, gasten, kan je een ja. fucking kind baren. Ja, precies. Wow. 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 <laughs> ja. Dit moet je doen. <laughs> Dit, moet je doen. <laughs> Dit moet je doen. Dit is de doen. Ja, die noem je dan de master statement. chief. Yeah. <laughs> Katana, noem hem Cortana. Ja. Maar wat dus was kom die je andere op mijn dan? Weg ook. <laughs> kom je op mijn weg ook? Wat ja. bedoel je? Uh, er was nog een feature die je ontbrak, toch? Was dat Forge? Ja, de Forge. Die komt in season 1. Maar ja, Forge is een engine van je eigen multiplayer content. kun je zeg maar bepalen waar je op de map uh, bijvoorbeeld een geweer okay. neerlegt. Nou ja. uh, 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 is vet, uh, maar is niet zo belangrijk als de co-op. Nee. Fucking co-op, man. Maar goed, wat ik daarmee eigenlijk wilde zeggen is ik maak me best wel zorgen over helemaal Infinite. Als je hem een jaar ja. uitstelt en je komt daarna een half jaar later, dat, dat is twee jaar uitstel voor een co-op ja. modus. Ja, dat. Is... Want hij was al uitgesteld. Dat is niet oké. Okay. Ik snap ook niet, ja, ik snap lang... ook niet waarom dat niet zou werken of zo. Als dat, dan moet meer mis zijn met die game dan alleen de co-op modus. Denk ik dan? Als ik het zo van, als een buitenstaander, oh. ze, ze haten co-op gewoon. Dat is een statement. Of wat? Ja, net zoals een ja. hele vijf... Nee, ik bedoel van stel ze redden techni technisch niet om een co-op motor in te stoppen. Wat, maar betekent dat wel dat alles wel verder technisch perfect werkt? Gaat deze game super stabiel draaien? Gaat die op de oude Xbox One ah. goed draaien? Daar maak ik me zorgen over. Ja, ik neem en aan dat, dat het compromis het van het uitstel was, right? Nou ja, goed, het is misschien een beetje heel naïef gedacht van mij, maar... Ik weet niet. Ik weet niet wat uh, jij zegt dat het technisch is. Misschien is het wel gewoon dat ze de maps niet goed hebben aangepast op co-op of zo. Of dat ja, koper eigenlijk uh, nooit in zou zitten. Nou ja, dat, dat laatste dus klopt niet, want dat, dat is wel gezegd. Dat hebben ze nou heel goed. lang geleden gezegd al. Nou, ja, ik weet nee, niet, man. Ja. Ik, uh, ik zou hem slag, slag om de arm houden, want ik... Uh, ja, dat is mijn punt. Dat is uh, ja. ook mijn punt. Je, dit is geen goed teken allemaal. Nee. Maar goed, laten we verder gaan. Ja. Uh, Cult of the Lamb. Uh, trailer, World premiere. Die miste ik trouwens. World premiere. Waar was die guy die... World premiere. Ja, wij hadden Eno daarvoor gefixt, maar inderdaad. Die was niet bij de presentatie. Dat is een beetje jammer. Ja? zijn Anno het? We hebben Anno elke keer World Premiere laten zeggen, ja. Zeker. Oh, oké. Maar, God of the Labs. Mag ik hier een soort van ongegrond kei-enthousiast over zijn? Gaan jullie dan tegen gas geven? Want ik voel deze game echt kei en keihard. Ik vind het heel dope. Het is een soort van die weirde stijl waarin je in een overworld alle gameplay hebt. En dan een soort van roguelite-achtige shit. Heerlijke devolver... Ja, die vol verstel hangt ja. er omheen. Het is, het, is, het, is, het is een beetje Happy Tree Friends-achtig in die hoek bijna plaatsen, omdat het heel Ja, je bent een is. lammetje. Je bent, je een, bent lammetje. een lammetje. En je moet je eigen sect oprichten. Ja, ja iedereen gaat het dood het. en er is bloed. En het zijn allemaal schattige diertjes die je gaat offeren. En de gameplay ziet er strak uit. Ik, ik, ja. Het was bijna mijn hoogtepunt, man. Heel raar. Ik... Dus, uh, het deed me ook denken aan hoe heet die ene survival game? Die alone. Together. Ja, don't starve together. Ja, exact. Don't starve. Ja, dat deed ja. mij ook ja. aan denken, ja. ja. wat ik geen leuke game vind. Dus... Nee, maar goed, dat leunt natuurlijk op een hele andere gameplay-mechaniek. Dit is ja, compleet is anders. En dat is wel ja. wat mij aantrok. Maar goed, dit kan echt net zo goed een swing the miss worden. Maar goed, ik, ik uh, ja. ben wel helemaal down voor die review. Dus uh, hou dat in de gaten. Alright, alright, alright. Uh, daarna kwam iets wat ik echt cool uit vond zien. En het wordt ge gemaakt door één persoon. Oh, ja. Alleen dat moet je dan vaak tussen aanhalingstekens zetten, want meestal is dat natuurlijk niet helemaal waar. Um, maar um, dat, dat is een man uit Polen en die game heet Midnight Fight Express. En het zag er tering cool uit, man. Het is, je speelt een ja. soort SWAT-team dat van in een isometrisch perspectief, nou, onder meer van flats opzeilt. En um, ja, het is een beetje John Wick-achtig of zo. John Wick, um, inderdaad, ja. Met net het kreeg... gevoel een beetje. Het gaf mij Sifu ja, vibes ook, ja. Alleen dan top-down, maar. Ja, en je hebt natuurlijk al. Uh, volgens mij, Mike Battelle heeft een, uh, een John Wick game gemaakt. Maar die was turn-based-achtig meer. En, ah, dit is ja. e en dit is echt een, 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 ja, een vloeiende actiesch actieschieter. Alleen dan top-down. Lijkt me cool. Ja, 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 ja lijkt me ook cool. Ik dacht al dat en jullie het Broederich... ook zouden vinden, inderdaad. Ja, en oh, uh, ja. de Ninja Turtles daarna. Shredder's Revenge, daar loop ik echt voor warm, jongens. Ja, ik heb zoveel ja. met die met dat originele spel. Dat is echt uh, ik heb het kapot gespeeld, jongen. Turtles in Time. Ja. Ja, ik ben daar te jong voor, maar ik, uh, ik, ik waardeer goede pixel art en ik waardeer, laat ik het zo zeggen, dat moe waardeert goede pixel art en blijft ook echt. Ja, die is gewoon super loyaal in dit soort uh, projecten en daar kan je gewoon, weet je, net als Street of Rage voor. Hier kan je vanuit gaan dat dit gewoon dood wordt en we kunnen als April heel nieuw spelen, dus hey. True. Dat klopt. Daar schrok ik van. <laughs> ja, was dat niet iets uh, wat je wil? Nou, dat zit niet in het origineel. Ik had nooit verwacht dat ze dat zouden doen. Right. of is geen een remake, toch? Ja, ik weet, ik weet het niet. Het is ik een weet, direct een vervolg, hebben ze gezegd. Een direct vervolg okay. deel 3. Okay. Deel 3? Oké. Okay. Ja, ik heb dus op de Game Boy Advance heb ik twee Turtles games gespeeld. Waarvan eentje volgens mij ook weer een port was van een oudere. Maar ik heb geen idee. Volgens mij eten letterlijk eentje Teenage Mutant Ninja Turtles... Ja, dat is de gene, Die is ook op de Game Boy geweest. En dat is de, eerste, de originele Game Boy. Dat is de eerste game die ik ooit heb uitgespeeld. Op een terras wow. in Hongarije. Ja. Oh, wow. Op vakantie. Grappig weet dat je dat nog dan wel. nog weet, hè? Dat is een soort van timestamps in je leven. welke game je wanneer speelde. Anders was je heel fucking Hongarije waarschijnlijk vergeten. De 100%, ik weet niks meer van die vakantie. <laughs> ik weet dus. niks meer van die vakantie. Um, na. Um, de Turtles kwam een game die heet Demon Slayer. Ik ga gewoon jullie aankijken en hopen dat iemand van jullie erop aanslaat. En als jullie niks zeggen, dan gaan we gewoon door. Laten we doorgaan. Het, het is een anime-game van die superpopulaire serie, die nu ook van Sony is, volgens mij. Bedankt uh, voor deze context. Ja. En uh, daar moeten jullie het mee doen. <laughs> ja, zoek het op. Nou ja, Demon, uh, Demon Slayer, die film is de laatste, die heeft ook heel lang in de bios gedraaid. Het is een hele, ja, hele, ja. hele, hele, hele populaire anime. Uh, die, uh, ik, uh, uh, ik ben erheen gegaan in de bios. Ik heb hem gezien. Oh. Uh, daarna ben ik weggelopen en dacht ik echt van. Holy shit, ik heb bijna een uur lang. Gewoon, ja, gewoon niet gewoon zitten, zitten kijken zonder dat ik snapte wat er aan de hand was. Blijkbaar was een. Uh, het was geen overbodige luxe geweest om van tevoren even op te zoeken waar die film. Uh, Precies over gaat, zeg maar. Ja, dat moet je wel doen. Ja, wij, Cody en ik zijn vorig jaar zijn we naar de Meyer Academia film geweest, maar we waren wel allebei aan het kijken. Alleen, we kwamen dus na vijf minuten achter dat we allebei de film hadden gezien. Waar we naar de verkeerde gegaan. Ja, we dachten heel vrolijk naar deel 2 te gaan. En na vijf minuten keek ik zo naar Jacco. We kenden elkaar nog niet heel goed, back then. Het was echt een soort van begin van de vriendschap. Dus keek, ik keek hem na vijf minuten van Oké, okay, ik heb deze ja. al gezien, maar ik ga niks zeggen. Want dat wordt ongemakkelijk. Dus, dus ik keek zo naar Jacco. Dus, <laughs> ik, 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 ik en hij keek zo naar twijfelen. mij zo. En ik zo... ik zo. Ja, en zo, yeah, we hebben hem gezien. Ik was eerst heel lang aan het twijfelen. Dacht, oh hé, hey, deze guy zit ook in deze film. Dat is toevallig. <laughs> Wat zijn we de week daarna zo naar deel 2. Oké, okay, dat was het anyway, net yeah, zo. Ja, Oké, okay, fair enough. Uh, wat, wat kwam daarna? We hebben toch nog aardig wat seconden uit Demon Slayer geperst, moet ik zeggen. Ja. ja. Daarna kwam fucking Super Monkey Ball, man. Holy shit. Uh, yeah. ik, Super Monkey Ball is, uh, is fantastisch. Ik weet uh, niet per se wat dit nou is. Volgens mij is dit gewoon een reboot, remake. Of een remake, remaster. Ja, van, van 1 en 2, volgens mij. Ja, ja, ja. Van het origineel en dan het vervolg. Um, dit, voor wie het niet kent, je rolt over een baan en je bestuur, bestuurt niet de bal, maar de baan. Uh, en je bent een aap, zeer belangrijk. En je bent een aap in een bal, ja. En, of Morgana uit de Persona-series. Ja, wat de hel. Of die guy van Yakuza. Oh, ja, ja wat? Nee. Ja, die zit er ook in. Serieus? Ja, yeah, yeah. oh, dat is, uh... oh, dat is goed Oké, okay, cool. Uh, Split toen kwam dan aan uh... Ja, nee, nee. Ik speel, heb ik, ik speel... gespeeld, heb ik gecheckt. Eerst wat ik deed was mezelf in mijn achterhoofd schieten met een sniper, omdat ik de portals niet helemaal goed begreep. Maar ja, ik snap de okay. gimmick, maar dit is na we minuten, na drie portjes uitgezien. gezien. Blijft het bij. Ja, me. ik speel dit dus iedere dag een uur of zo. Dit meen je niet? Al, 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 al een maand. Ja, dit meen ja, je, ja, je ik niet? Vind die game... Ja, nee, meen ik. Ik vind die game echt fucking gruwelijk. Ja, je houdt oh. ook wel van dat ik... soort experimentele arena shooters trouwens, weet ik toevallig. Ja ja, 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 ja want ik heb die vorige, die andere tijdreis game, die... Uh... Oh kut, hoe heet die nou jongen? Ja, je ik hebt ook zo'n andere... Ja, daar heb ik de vorige keer... Toen bij de vorige pauwpraat zat ik hier ook zo... Ah, fuck, kan die naam niet... Oh Vrug, ja, oh shit. Nu <laughs> nou weet ik, het ik hem weer. weer niet. Ik kan me jouw kiezen uh, nog herinneren. Of jouw maar die briefing. kost echt nog maar 8 euro op Steam. Niemand speelt dat nog, dus die is dood, die game. Helaas, want dat was echt tering, een interessant concept. Dat is iets van timelapse uh, of zo. Nou ja, goed, anyway. Yeah. Ik kan me nog herinneren dat jij hier lyrisch over was... en dat ik heel veel interesse ja, had. Vond, ja, de echt is free-to-play. Dus als mensen ja. het niet kennen... Um, je kan het gewoon checken op console en pc. Ja, het is gewoon halo met portals. En het werkt fantastisch. Maar we hebben het er vorige keer al over gehad. Dus. Uh, Oké, okay, dan niks uh, Toe te gaan voegen. Raiders uh, Republic. Kunnen we het, die heb ik dus gespeeld. Dus daar kunnen we het over hebben. Nog. Uh, dus dan laten we hem even achterhouden. Uh, want dan doen we daar even een rondje wat hebben we gespeeld. Uh, ja. Ik heb echt 80 miljoen dingen gespeeld. Maar goed. Die halen we niet allemaal. Uh, ik weet niet wat Century Age of Ashes ook alweer was. Die is Dat ook is die... aangekondigd. Dat wordt een. Free-to-play free Dragon Slaying to play is... Multiplayer Battles. Ja, dat. Oh, dat je It op die draken een... rijdt. Dat je uh, vliegt op nee. de draken. Was dat deze game? Volgens mij, ja, volgens mij wel. Of je bent de draak zelf, ik weet niet. Maar je vliegt gewoon door de wereld en je schiet op elkaar. Ja. Dat is wat ik ja. me van her kan herinneren. Uh, volgens mij was het echt drie uur s nachts toen deze game... tijdens E3 werd aangekondigd of zo. Of het was vorig jaar... Ik weet niet. Ik heb, een soort, ik heb een paar flitsen van deze game in mijn hoofd, maar meer ook niet. Ik weet niet wat het is. Het is, ja, het is een multiplayer dragon flying game uh, ja. Echt iets waar ik niet op zit te wachten. Nee, niemand. Ik ga het gewoon invullen voor iedereen die nu zit te kijken. Jij zit hier niet op te wachten. Ook al denk je dat het wel zo is. Dat is, dat is <laughs> niet, nee, man. Uh, dan, daarna kwam UFL. Grote verrassing. Een man die uh, Strikers heet, met een Z stond in beeld. En die kondigde een uh, free-to-play voetbalgame aan. Veel free-to-play trouwens. Ja, is wat was dan dat? Dan. Het uh, ja, het moet handen. gaan concurreren met FIFA en in mindere mate met PES. Want er bestaat PES nog wel? Dat is een vraag die je nu kunt stellen? Ja, e-voetbal. Ja. Uh, dus dit is ook een free-to-play game, net als die. Komt naar alle major platforms. Simulatie um, we, wordt het ook. Ja, 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 het moet echt direct gaan concurreren met FIFA. Uh, ik, uh, ik bedoel, ik weet helemaal niets van deze game, net zoals iedereen, want nee. er is niks over. Gelekt of niks van getoond. Alleen een nee. man die Strikers heet met een Z. Wat ah, begin. Geen. geen goede naam is om je game studio te noemen. Team Strikers nope. met een Z. Ik kan just saying. That's je lame. En dan hebben we nog die Lego de Skywalker game. Ja, die weer... was leuk. Oh, ah, ik, ik wil hoop het. zo dat jij er niet op aan zou slaan. <laughs> God, moeten we het oh, hierover maar... gaan hebben? Ja, ja we Wat? moeten we het erover okay. hebben. Oké, oké, oké. Dit is de vraag die ik heb. Hoe is deze anders dan al die games van Lego die ik waarschijnlijk al heb? Omdat ik ze gratis heb gekregen van Microsoft. Omdat Microsoft ja. iedere week op een gegeven moment Lego games uit weggeven was bij Games of Gold. Nou, en welke ik, is wel... er? Bestaat, weet jij zeker dat deze niet al gemaakt is? Nou, het, het uh, ding uh, met dit, deze game ja. is dat het een single, play, een single player over-the-shoulder look heeft, toch? En meestal Lego games zijn wat hoger. Ze zijn bijna ja, een beetje angled, ja. bijna top-down. Dit is echt Een single player gemaakt, adventure waarin je dat. de hele volgorde van de Star Wars saga, van de Skywalker saga, zelf mag bepalen. Dus je kan, ja, dus je maar kan is... ook eerst naar fucking Kashyyyk gaan, in plaats van dat je eerst naar Tatooine gaat. I don't know, ik weet niet zoveel van Star Wars, maar dat spreekt dat mij op zich wel aan. Ja, en uh, het is dus een soort van remake van die oude Lego games. Want er zijn dus inderdaad heel veel Lego Star Wars games geweest. En ook uh, al meerdere verzameltrilogieën uh, trilogieën, volgens mij. Maar. maar dit is echt, zeg maar, alles opnieuw ontwikkeld. Inderdaad, met een nieuw camera standpunt. En ja, weet je, ik, ja, ik kreeg kippenvelden van, man. Van ja, echt serieus, oké? Okay. Ja, van okay, die muziek. Okay. Ik vond het mm -hmm. vet. En ik ben niet eens een hele grote Star Wars-fan, maar ik heb ook heel lang geen Lego-game meer gespeeld. Ik begon echt met Lego Batman of zo. Die speelde ik met mijn broertje omdat hij dat uh, fantastisch vond. Um, en daarna hebben we be best wel wat gespeeld, maar de laatste jaren gewoon niet meer. En ik heb er wel zin in. Ik wil uh, goede lego games spelen. Hier hangt de schilderij van een X-Wing. Dat kun je niet zien. Nou, nou ik uh, een de wing van de X-Wing volgens mij. Ja, ah, kijk. Niks oh, weer... wow. oh, daar, ja. Oh, die is heel nice, man. Alleen, die is echt mooi. Alleen, alleen uh, dus ik ben zeker een fan van Star Wars. Nu moet je hem spelen. Maar ik, ik kan niet met die Lego-games. Ik vind die Lego-games, die lijken allemaal op elkaar. De, nee, dat is waar. Ik, 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 ik heb gewoon het gevoel, als ik er één gespeeld heb, dan ben ik al halverwege die game moe van de gameplay. Ja, en dan met moet dat ik 12 er twaalf 12 van dat soort games spelen. Dat herken ik wel, ja. ja. Ja, maar ze zijn ook allemaal hetzelfde. Het gaat ook altijd, het gaat eigenlijk <laughs> om de franchise. Als je zeg daarom zeggen, ik weet je ben zeker ben... dat die niet al gemaakt is, want we zeggen het hier al voor. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze niet al vijf jaar geleden deze game gemaakt hebben. Ze weet hebben al ja, ongeveer toen aangekondigd. Nee, dat is twee jaar terug, denk ik. Maar dus, ja. ja, niet zo heel lang. We hebben in ieder geleden. geval een release date eindelijk. En dat werd echt... Ik sluit niet uit dat deze game al bestaan heeft. Ja, maar er zijn ook heel veel Lego games van Star Wars. Ah, Oké. Okay. En deze is een ah. soort van herzien in de total ja. package, Ook met de saga ja, van Finn precies. en Rey et cetera erbij. Nou ja, goed, ja. ik vind het er leuk uitzien. Ik hoop dat de Lego-humor uh, wat meer naar de oude Lego-humor gaat. Want Lego-humor is niet altijd een succes. Ik vond dat in deze trailer ook niet per se heel sterk overkomen. Op een gegeven moment wilde Rey iemand aaien of zo. En in plaats van dat ze de lightsaber van Luke pakte, pakte ze Chewbacca. En dan niet bij zijn bals, maar bij zijn kin of zo. Ja, ik weet niet. Voordat we over de ballen van Chewbacca gaan hebben. Ik zit door te scrollen naar hoeveel we nog moeten hebben. Okay, eens op go. de helft. Go, go, we zijn go, nog go. niet eens op de helft van één show. En ik heb echt nog 80 games die ik wil bespreken. Dus dit gaan we, we gaan nu een sneltrijd varen. Gaan we nu okay. in Lightspeed? Ja, ik ga in ieder geval proberen. Ja. Ik ga in ieder geval eentje ga ik zelf wat over zeggen. Synth of Planet begon met als eerste dialogue line: The Morpheus Chip. En toen dacht ik, dit is shit die ik nooit ga spelen. Oh, uh, okay. Daarna kwam de Outlast trials ik weet het niet ja er is nog steeds geen platform aangekondigd dan denk ik wat zijn we aan het doen ja, ja wat zijn we aan het doen met die game man ja ik weet het het is niet. wel gameplay we hebben voor het eerst wel een beetje gameplay gezien maar goed co-op horror ja. doet het goed Je. we gaan het zien uh, daarna wel een game echt grote verrassing vond ik grote verrassing Doki V ja um, het is een uh, een Pokémon game ik Alleen ben bang voor deze mogen. game dat, ik ga het wel oh, zeggen, wow. ik, ben, ik ben gewoon scared. Ik, heb, ben gewoon, ik krijg gewoon anxiety als ik naar die trailer kijk. Er gebeurt te veel. Ik heb gisteren de verschillende disciplines geteld wat je kan uitvoeren. Dat zijn er meer dan vijftig. Je kan meer ja. dan vijftig verschillende dingen doen. Hoe gaat dat passen in een weapon wheel? Wat, wat doe je me aan? Ik vind Ratchet Clank al een uitdaging. Ja, dat is waar. Zeker waar. Ik moet wel zeggen, het, zag, het werd een demo getoond op de. PC dat kan haast niet anders, want die shit was zo insane mooi. Zo. Ja, deze game was zo insane mooi dat ik echt zat te denken van what the fuck ja. ho 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 hoeveel videokeer draait draait dit, want die trailer lekte <laughs> ook. Die draait. trailer lekt letterlijk. Ja. Er zit, die, ze halen op een gegeven moment echt een frame rate van 20 fps of zo, maar ja, het ziet er zo insane mooi uit. Dus echt. Ja, maar deze game is dus al een tijdje geleden aangekondigd, ook al ik... als die Koreaanse Pokémon-game. Maar okay. uh, het hele ding daarvan, iedereen was helemaal de band van, die, van dat rockstar nummer. Die, die soundtrack van die game. Dat was een Ja. Maar dit yeah. was een heel ander nummer. Dit was heel erg upbeat Japans. Ja. Yeah. Oh. Nee, nee, je kreeg, je kreeg, je kreeg gaatjes van dit nummer. Yeah. Oh, ik weet opeens wat jij bedoelt. Ja. Yeah. Ik weet die opeens eind... wat jij bedoelt. Door die, die geweldige het... imitatie. weet ik opeens <laughs> wat jij bedoelt. Als dus je <laughs> dat voor dat, dat <laughs> nodig was. Maar <laughs> <laughs> ik weet het nog. Oké, okay, is dat deze game? Oh. Ja, dat okay. is deze game. Jullie wow, ik was gevoel... er gek van. Ja. Met die parapluie en het ziet er zo zee mooi uit. Ik snap gewoon niet. Maar er wat... was ook iets met die techniek. Volgens mij was dit, was dit niet een van de eerste Unreal Engine 5 games of zo. Oh, dat zou dat zijn. Of was het. Ja. Ik, Ik kan me niet voorstellen. Uh, ja. Wordt in ieder geval open wereld MMO, dus je speelt ook met andere spelers. Ah, dat gaat uh, toch uh, helemaal nooit lukken? Als je ook nog eens ja, 100 mensen moet inladen, gaat het toch wel nou, Ja, Dat is wat werken. je ziet. Dat is wat je ziet. Je Stel, ziet die, die vrolijke kinderen zijn lekker aan het rondschaatsen en de, de, de autootjes rijden. Ja, en dan en die, nog iets. Het uh, zijn niet echt kinderen. Meten. Het zijn een soort van grown-ups of zo. En ze hebben geen pupillen. Ik weet, eh, nou, het zijn tieners. Al met al. Ik ben <laughs> er bang voor. Ze hebben ze geen pupillen? <laughs> ik vind het echt scary. Uh, ze hebben wel pupillen. En ik hoorde heel veel mensen ze zeggen dat, 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 dat ze willen dat Pokémon deze richting opgaat qua graphics. Ja, tuurlijk willen we dat. Maar er is nog fucking way dat Game Freak dat gaat doen. Dus ja, nee, maar nee. dit is ook echt insane ambitieus. Um, maar eerlijk het ziet er wel leuk uit. Ik zou Dude, het spelen. ziet er echt insane uit. Het Ik ziet eruit alsof, alsof het iedere game is die ooit gemaakt ja. is. Ja, ja maar, nee, precies. Komt ook. Gisteren hadden we de titel bedacht voor deze game: Game. En dan als subtitel: The Game. Ja. ja, precies. Dit is Game the Videogame. 100%. <laughs> die Fortnite shit, ja ja dit is gewoon dit is waar ik aan denk als ik als, als ik mijn neefje gaat naar school zeg maar dan zie ik of het vijf jaar dit voor me zeg maar ja dit is zeg maar de 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 TikTok dit is TikTok the game ja man dat is absoluut waar Gen Z um, Gen Z game dat is het. daarna kwam uh, Jurassic World Evolution 2. dat is uh, het vervolg ken... op die andere oh. park game uh, daarna kwam Far Cry 6. Giancarlo Esposito ja, de oh, uh, oh, zit iedereen Is dat zo? Zeker. Ja, hoor. Ja, oh, ja, ja. Oh, ik dat is speelt gehoord. dik. Yo, ja, nou, dat, uh, dat uh, komt misschien omdat ze hem nog niet zo vaak hebben laten zien. Hij doet wel iets nee, totaal misschien anders misschien dan al zijn andere meer. rollen, toch? Dat is echt compleet anders. Ja, ja, ja. ja ze ja. hebben ja. hem. Uh, ik zou bijna zeggen, we kunnen het hem zelf vragen. Want waarschijnlijk, <laughs> als je hem belt, heeft hij nog wel weer een alinea klaar liggen die hij nog uh, had van de vorige, uh, vorige shoot of zo. Yep. Ja, ze, uh, ze weten hem goed uit te melken. Maar goed, ik yeah. snap het. Is het, is het cheap het. om, om zo'n grote acteur met zo'n status in je game te stoppen? Is dat, is dat cheap? Of, of gaan we vinden jullie van niet? Ja, nee, we, ja het ligt 100%. eraan hoe hij het doet natuurlijk. Ik zie hem op zich, hij past wel goed in die rol. Dus ik uh, zou op zich wel een toffe bad guy kunnen worden. Uh, toffer misschien wel dan veel van die vorige. Want, yeah. Ja, My maar die vorige twee ook... waren, of die eerste twee, vaas en uh, daardoor, die, ja, die waren wel goed. Vaas van ja, die, de, is van ja, team, maar daar gaat niks overheen, denk ik. Nee, Fast ja, nee, vind... nou, goed. Andere discussie, uh -oh. maar ik vind die villains niet zo... Uh... Je vindt Vaas niet... Mm? Hij is wel memorabel, maar hij is vooral helemaal gek. Wow. wow. Ja, maar, dan maar past was dat past meer bij nog... Far Cry toen... dan dat Giancarlo Esposito in zijn serieuze rol bij Far Cry past, vind ik. Toen kon dat ook nog, man. Toen was dat geen uh, uh, dom videogame-cliché. Is ook wel waar. Nu okay. zijn er ja. zeven Far Cry-bazen later en die hebben allemaal een hekel aan de maatschappij gehad. Ja, op een gegeven moment, <laughs> moment is, het, uh, is het wel duidelijk, zeg maar... Uh, je krijgt echt de uh, We Live in a Society vibes uh, van de, deze trailer, maar dat ben ik. Yeah. Uh, nou, goed. Ja. Ja, goed. Je kunt uh, Macarena gun maken en dan schiet die Macarena CD's af. Ah ja. Whatever. Ze moeten die wil, uur, je dat doen. Ja. ja. we doen. Ja, ze gaan dit echt tot in de grond inslaan. Je dacht dat Call of Duty moeheid bestond. Nou, wacht maar tot Cry komt, want dit gaan ze echt nog tot Hij doen. Hij komt pas in oktober ook. We ja. hadden zoveel, zou ik Carlo Esposito zien? We als gaan we mogen zoveel interviewen, zoveel... Zo... ben ik tevreden. Ja, gast, waarschijnlijk. Ik zeg al, als je hem belt, belt hij voor vijf minuten terug. Um, Bloodhunt. Dit is. Oké, okay, dus dit is een soort van vampieren Battle Royale. Whatever. 7 september komt hij op Early Access op Steam. Dus dan kun je hem zelf proberen. Park ja. Beyond. Um, uh, Bandai, Namco, Namco en Limbic. Is de developer, Bandai, de uitgever van de Namco. Park Beyond. Uh, dat uh, wordt dus gemaakt door de makers van Tropico 6. Oh, um, oh dat heb ik niet gehoord in die presentatie. En, en, en wat is het? Het is een uh, soort van Teampark-game. Uh, zoals. Dan denk je misschien Rollercoaster Tycoon. Of natuurlijk. Uh, uh, recenter. Hoe heet hij, weer? Planet Coaster. Planet Coaster. Ja, ja, ja. Die ik geweldig vind overigens. Maar dit zag er meer uit als een. Uh, een um, ja, ik weet niet. Iets meer. Minder het bouwen of zo. Het bouwen ja, leek een beetje... Ja, de gimmick van deze game is dat je attracties maakt die levensgevaarlijk zijn. Dat is het ding. Oh, is dat zo? Die niet echt kunnen, zeg maar. Dat is het ding. Nou oh, oké. Okay. Ja, nou dat, dat zag je wel. Dat is leuk. Ja, ja, ja. Ik, ik had alleen dat meer ook de, de verhaal en zo een beetje een rol speelt. Hm. Maar ik weet niet of, hoe ze dat gaan doen. Maar ik bedoel, ik sta er voor open. Nieuwe Planet Coaster is altijd goed, zeg maar. Ja. Um, jet the Far Shore dat is die game die getoond werd tijdens de PlayStation uh, reveal. Um, oh ja. Yeah. Ik vind deze game super. Ja, bij mij wel. man ik, Oktober 5 komt die. 5 oktober. Mm -hmm. uh, het is zo, ja, soort Planet Exploration Game, waar je met een soort van klein. kleine jet. Uh, de, over, de, over het oppervlak op het, op het, over het oppervlakke sche, scheert van de maan en planeten en shit. Ik weet niet, man. Ik, ik vond het er goed uitzien. Persoonlijk, yeah. ik heb er veel ja. zin in. Ik had deze ook in mijn top 10 staan. Ik vond wel dat deze trailer. Want hij werd voor het eerst getoond niet al te lang geleden. Volgens mij tijdens een State of Play of zo. Daar zag het er allemaal wat gelikter uit. Ik vond dat hier wel veel ruwe randjes aan deze trailer zaten. Ik vond de models niet altijd heel netjes. Maar goed, dat terzijde. Um, ja, wat ik zeg. Ik word niet geprikkeld. Maar misschien is dat juist maar goed. Omdat het een soort van ontspannende game is. Wat prikkelt jou wel? Ik vind, uh, nee, ik heb geen grap. Ik heb geen grap. Ik, 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 ik kan dus, niks <laughs> bedenken. Dus dit is de grap. Is dit ik. is hem. Nee, nee, <laughs> ik weet wel wat dingen. Oh, oh, <laughs> oh go. let's go boys, let's oh. go. Jacco's biceps go. prikkelen mij. Oh, dat wist ik niet. Mm. Nee, uh, ja, Jet is het. niet echt bij me blijven hangen, maar uh, wat ik heb gezien zag er wel, zag wel rustgevend uit. Heb jij een potlood vast? Dit is, uh, <laughs> Lucas Lucasse aanwijsding. Als je een oh, punt okay. wil maken, pak je altijd deze. Ja, maar dit ziet er echt veel beter uit. Je, komt veel autoritair, je hebt autoriteit nu door dat ding. En tegelijkertijd draagt ja, ja, die dat... stoel jou of zo. Ik weet niet, man. Dus maar van... Ja, dat, dat is wel. Het voelt wel. Ik weet niet. Je moet er nog even ingroeien, maar dat komt goed. Ja, maar, ja, maar is, ik heb omdat... hem ook niet afgesteld ja. of zo. Heb jij bewust mijn... jouw shirt laten passen qua kleur bij zijn. Verfkleur. Dat is het, is dat... dat is het, Ron. Nu zie ik het. Jij verdwijnt gewoon. Jij bent gewoon een fucking chameleon oh. ineens. <laughs> ik heb er niet over nagedacht. Ik weet dat ik dus let je de hele tijd aan het zoeken was van wat is er nou zo raar aan deze setting. Maar dat is omdat jij hij in zit de achtergrond altijd... bent. Waarom zie ik een hoofd zweven? Wat is dat? Hoe kan dat nou? <laughs> Waar is ze toch zo? Uh, Horizon, nee, je... forbid... ja, je bent er. Horizon Forbidden West. Uh, hij komt, jongens, 28 februari. Wat ja. vinden we van die datum? Hmm, een beetje druk. Daar 18? Rondom, ik dacht dat het 18, 18 was. 28. Oh. 28 februari. Ja. Nee, ja. 18 toch? Nou, oh, Hier staat 28. <laughs> Dan hebben ze het fout. Ik heb het gisteren nog een keer opgezocht omdat ik het verkeerd had getikt. Dus. Ja, ik, ik heb het direct vrijgevraagd voor 18. Dus ik hoop, ik hoop dat het 18 is. Anders ben ik fucking ja. kut. Ik, uh, ik kan het niet vinden, maar het zal maar wel. Maar goed, zullen... way. Ja, 18 februari. Inderdaad, 18. Hier staat 28. Circles. Fuck off, games radar. Maar ja, nee, ik uh, vind together. het heel raar dat we een release date krijgen tegen de presentatie van Gekke Jeff. Aan de andere kant, uh, ja, ik bedoel, we wisten dat die uitgesteld ging worden. De tweede maand van het jaar, prima. Uh, I'll teken. Ja, zeker, absoluut. Ja. Um, en 60 FPS? Ja, 60 FPS mode. Althans, ja. dat gaat die targeten. Voor, voor, voor Zero Dawn. Ehm, um, all right, even kijken. Dan hadden we nog die uh, Amazon MMO. bla bla bla, nobody gives a shit. Oh! Marvel Game! Right. Namelijk een Marvel game. Die mobile game. Um, niet alleen een Midnight Suns, maar dat was ook een mobile game. Ja, is uh, dit iets waar jullie dan ook kippenvel van krijgen? Revolution. Nee, want nee. zo heet elke mobile game ooit gemaakt. Dus daarom <laughs> ja, heet deze. Dat ook zo. <laughs> dus, ja. Als je je game niet Revolution of legacy noemt, dan ben je, ben je dan er aan niet doen? bij Kom op. Uh, nee, man. Ik, ik, nee, dit is niks voor mij. Ik vind het wel leuk dat ze trouwens een tie in doen met uh, Phase 4. Dus dat je al die portals van Doctor Strange zag en multiple spidey's. Uh, vind ik leuk, maar ja, dat geeft mij alleen maar het gevoel van ah, dan is het toch ergens jammer dat ik deze niet ga spelen, <laughs> zeg maar. nee, ja helemaal niets. Ja. Uh, ik zit even te kijken wat er weer veel nog. ja, Tales of uh, Arise was niet zo boeiend, Het was een nee. mobiele game van. wat Tal was of re- wat was replaced ook alweer? Oeh, replaced? Nee, uh, zeg replaced maar ja, ja, dat is. Ook, ja, ik weet het niet meer. Uh, bah, 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 bah. dan gaan we even crossen. Crossfire X, een game uh, waarvan een multiplayer toon mijn multiplayer trader is getoond. Deze game uh, die is de multiplayer gedeelte is een groot succes in Korea of China. Ik weet niet één oh, van die ja, twee. Ja, ja, ja. ja. En um, ja, oké. Okay. Het is die um, hyperrealistische game waarvan we ooit een keer een trader zagen in de storm, in het donker, met een heel gun, met superveel raytracing erop. Weet je dat nog? Dat je hoog kan nee, springen. Nee, en Je nee. hebt een soort van anomaly fenomeen. Dat is dat een is andere die game. Nee, dat is Crossfire nee, toch? Nee, Crossfire nee, is word. niet hyperrealistisch of zo. Oh. Crossfire uh, ja, ja, ja. is een soort Counter-Strike. Counter-Strike, ja, ja. Een soort Counter-Strike. En de single-player, hmm. dat is dus het ding, die wordt gemaakt door Remedy. Oh. Ja. Oh. Ja, ja alleen, alleen, alleen van wat wij horen, dames en heren, zit die game een beetje in development hell. Uh -oh. Dus okay. dat schijnt er niet goed uit te gaan zien voor die game. Dan nog een game waar jij heel trots over werd. Uh, wacht, waar jij heel blij van werd. Jaco. Wa welke is het? Oh, welke? ik denk dat ik het weet. Sifu? Ja. Yes, Sifu. Ja, Sifu. Holy shit, man. Ik heb zoveel zin in die game. Ik ook. Uh, niet. We, we okay. hebben een release hem gekregen, maar ik ben vergeten wanneer het was. Volgend jaar. 22 toch? februari staat hier, maar dat zou dus ook 12 kunnen zijn. <laughs> ja, precies. Dat weet je nu Jezus, alles in februari. Ja, Sifu. Ja, Jezus. Uh, ik me. hou van die martial arts-games. Zeker als ze ja, een beetje gegrond zijn in de realiteit, zeg maar. Je hebt een hoop onzin. En uh, was zeg maar bijvoorbeeld. Ik denk dat Watch Dogs een van de eerste games was waarbij ik, die ik speelde. Waarbij ik dacht: ah, hier zitten wat dingen in die zeg maar. best wel zouden kunnen. Het is niet super overdreven allemaal. Naast uh, UFC bijvoorbeeld. Um, maar wat ik zo cool vind aan Sifu. is dat wanneer je doodgaat. dan word je dus een jaar ouder. Dus elke keer als je doodgaat. dan word je zeg maar een steeds oudere man. En je wordt zeg maar zelf een soort van. Ja, zo'n grijze senzai op een gegeven moment. Uh, en binnen die tijd moet je de game uitspelen. En dat vind ik wel een heel hmm. cool concept. Ja, dat concept ja. kennen we van Remnant natuurlijk. Dat je ouder wordt als je doodgaat. Ja. ja. Alleen ja. Ja, nee, goed. Ja, ik, in ik ben blij voor jullie, man. Ja, in remnant. in remnant? En dan volgens mij de laatste, die geport was van de... Ah, je, je hebt Before, before the Ashes. Ja, en dan, ja, welke bedoel je? Volgens mij is het de Before the Ashes. Remnant... Ja, je hebt, een, ja, je hebt een soort van pre ja. prequel die erna kwam. Dat hebt, ik, volgens mij uh, is dat hem, ja. Maar, daar maar heb je, je dat in jullie bedoelen toch niet uh, Remnant? Je bedoelt Remnant from the Ashes? Ja, en je hebt ook, ook Before the Ashes, dat is een spin-off. Bij spin een van deze games word je ook, als je ouder wordt, okay. je, of als je dood wordt word je ouder, en dan kan je dus beter in Intelligence je punten stoppen. Omdat je als, nou goed, anyway. Dat weet ik van die game en dat leek me altijd heel tof. Ik vind het leuk dat die gimmick nu in een game komt waar ik uh, redelijk interesse in heb. Dus ja, laat me komen. Ja. Ja, dat is niet? man. Dit ziet ik heb die game uit. uitgespeeld en ik weet dat gewoon niet, van dat je een jaar ouder wordt. Dat is echt heel raar. Hmm. Maar goed. Ja, Whatever. vet, Sifu ik heb er heel Wellicht veel zit in. ik er dan naast, ja. maar. Die, nee, je zit er waarschijnlijk niet naast. Ik weet het gewoon niet meer. Alleen, um, Sifu heeft heel erg, wat ik dan zou noemen, goede kinetische energie. Je ziet het heel goed, die puntjes komen echt aan, man. Die fucking ja. Batman Arkham games hadden dat ook. Ik ja. dacht, die voelde echt die punches en dat heeft die, deze game ook echt. En toen sloot ze af. Want ik pak hem meteen maar even door. Want we zitten al ja. op een uur. Jezus. Dead Stranding Director's Cut. Ehm. Um. Ik vind het heel raar dat hij Directors Cut heet. Omdat dat impliceert dat Kojima ooit iets heeft weggesneden uit de oorspronkelijke Death Stranding. En als je die game hebt gespeeld, weet je één ding zeker. Oh my god, hier hebben ze niks uit weggesneden. Nee. Hij vindt het zelf ook een stomme naam, toch? Dat heeft hij al gezegd. Ja, ja. Wat, nou dat hij werd <laughs> wat is dit nou weer voor doms? Noem hem dan Death Stranding. Ja, weet je wat de fuck is eigenlijk nieuw in die game? Ja, Even je kunt. Of zo. Er is wel veel nieuw in deze game, I guess. Um, ja, veel ja, toegankelijkheidsverbeteringen, toch? Dat je niet meer van een berg hoeft af te lopen omdat je met een jetpack af kan. Je kan je cargo, kan je vooruit schieten met een soort van gun shit. Je kan selfies maken met Norman Reedus en zijn gezicht aanpassen. Ja, dat, dat kon al, maar oh, dat kon de al. laatste... Okay. Ja, in de spiegel volgens mij en zo. Hmm. Um, ja. een beetje de, de vibe die ik kreeg is... Oh, ze proberen het aantrekkelijker te maken voor mensen die um, Death training een struggle vonden. Ja, ja absolu dat absoluut. Dat is min of meer het punt van die game toch, dat het een struggle is. Ik bedoel. Ah ja, als je dat wegneemt, blijft er niet. Ja, dan blijft ja misschien er, wel. Of juist wel. Misschien iets anders dan over, dan, laat ik het zo zeggen. Iets anders. Ja, of misschien er dat er nu meer mensen in willen stappen, weet je wel. Wat ik, wat ik absoluut hmm. nu zou begrijpen. Die game is het uh, op zekere zin, in zekere zin absoluut niet waard. En In zekere zin ook heel erg wel om gespeeld te worden. Uh, maar je moet niet verwachten dat het geweldig geschreven is en zo. En dat is, hmm. ja. ja, ik heb tot zit een toe. gespeeld. En ik zit te twijfelen. Ja, doe yeah. het wel. Je moet, als je, luister, als je zeg maar, game design interessant vindt, moet je hem yeah. echt, echt uitspelen. Echt uitspelen. waar? Uitspelen. Okay. Alleen, er zit. Het schrijfwerk is gewoon. Dat van een driejarige. <laughs> ja. Er zit iemand in die game die heet Die Hardman. En jij fucking raakt het, het nooit. Maar hij, Die Hardman, hij gaat. Het is moeilijk om hem dood te krijgen. Maar het is echt yeah. een niveauotje. Deze gast heeft vroeger een Bazooka gekregen op zijn vijfde verjaardag. Hij heet Bazooka Man. Ja. Yeah. En dan hier komt een filmpje van een man in een helikopter met een Bazooka. Die uitlegt waarom zijn origin story is zoals het is. Tien minuten ja, lang. Dat soort ja, dingen. Maar de het is kijkt. Het is ook gewoon heel verwarrend. Net zoals die Metal Gear Solid 5 dingen. Dat, <laughs> op een gegeven moment is het zo verwarrend, die game. En ja, dan is de gameplay toch te herhalend voor mij of zo. Ik heb iets. Ik denk twintig uur zeg maar bergje op bergje af ben gegaan. En dat vond ik leuk. En ik heb zelf. Uh, ik, was, ik, was, ik was een weekend weg... en uh, daar loop je ook veel bergen af en bergen op. En toen dacht ik nog aan Death Stranding... want ik had best wel een volle rugzak nog bij me. Ik dacht, ja, dit is wel die Death Stranding-vibe... en ik kan het een soort van waarderen of zo. Het is heel bevredigend om heel rustig... met uh, zware bepakking ergens omhoog... en naar beneden te lopen of zo... en dan jezelf een beetje te pacen. Ja, zo, zo lang... ik hield het niet vol. Dus ik zit te twijfelen... stel, er zitten wat hulpmiddelen in deze game... stel, hij ziet er nog mooier uit... Uh, dan wil ik ervoor gaan. En, en stel, ik moet niet weer de volle prijs betalen. Ik weet niet, heb je daar dat. nog iets op gezegd? Nee, nee, nee. Waarschijnlijk kost u gewoon 80, man. Ik, dat zie ik ze zeker Jesus doen. Jesus Christ. 80. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja, garandeerd. Dat, uh, dat duurt. Ik weet alleen niet of die ook naar PC komt. Volgens mij alleen PS5. Hmm. Ja. Um, okay. Ja, man. Uh, weet je... Ik, ik, het vette aan deze game is om te spelen na of tijdens de pandemie. Uh, omdat er wel wat verwijzingen in zitten na een pandemie en zo. Ja, en, ja, ja. En, en uh, het enige wat we niet hebben gezien in... Het was mooi geweest als die Deliveroo-guys ook vier van die dozen op elkaar gestapeld hadden. Tijdens de pandemie. <laughs> en zo rondreden Dat had het uh, plaatje echt. Ik compleet werd net nog ingehaald door eentje met zo'n hele grote doos op zijn rug. Ja, hoe vet zou ze dat zijn als je gewoon echt Kojima's visie in de straat tot leven ziet komen. En dat echt mensen zo met vier van die dozen aan het lopen zijn. Weet je wel, op elkaar gestapeld. Net als in met zo'n skelet ja dat is mijn droom dat is mijn droom dat is <laughs> mijn droom <dag mee. laughs> dat is alles wat ik wil in het leven en dat was, uh, dat was uh, de, de twee prestaties ja we kunnen het niet meer gaan hebben over game shows we zitten echt al zo in nee de... nee nee maar, maar um, wat ik, 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 ik ga het toch zeggen ik vond het een geweldige prestatie ja dat, dat dat daar wil ik hebben. We, dit, dit was een goede show dit was een opening show maar uiteindelijk eigenlijk het enige wat we echt heel erg van deze show gaan zien denk ja. ik. Uh, ja, dat maakt het dit was fantastisch toch? Dit had de E3-presentatie van Jeff Keighley kunnen zijn. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Wat vinden ja. jullie eigenlijk dat meer toekomst heeft? Zo'n Gamescom of zo'n E3? Ik vind dat dit meer bestaansrecht heeft. omdat dit gewoon dit is zoveel makkelijker om te verkopen en ook aan dan, je casual gamers zeg maar gewoon te voeden, omdat je niet. Maar denk jij dat? Ja. Denk jij dat de Gamescom, dat is even mijn vraag, is eigenlijk de Gamescom zoals we die nu kennen, digitaal, ten opzichte van de E3 die we, zoals we die nu kennen, digitaal. Welke heeft meer toekomst? En ook als het dadelijk teruggaat naar fysiek. Want ik heb de indruk dat we alles wat we vandaag hebben gezien. Um, de, ik heb echt de indruk dat E3 minder had dan wij vandaag hebben gezien. Ja, nee, ik ben het met je eens. Of in ieder geval omdat het over vier dagen wordt verspreid. Verschillende tijdstippen. Soms ook veel te late tijdstippen. Dat was dit jaar trouwens wel acceptabel bij E3. Uh, ik, ik kijk veel liever naar deze presentatie. Met deze fijne pacing en gewoon uh, genoeg knallers. Ja. ja, ik denk dat E3 wel. Nog steeds meer heeft. Maar uh, wat jij zegt, Cody, er zijn gewoon heel veel presentaties geweest en heel, heel veel uitgevers die gewoon niks te zoeken hadden eigenlijk bij zo'n presentatie. Of in ieder geval een eigen presentatie. Uh, ik denk dat als daar beter over wordt nagedacht, dat E3 nog wel de belangrijkere beurs is. Maar fysiek, want Gamescom is in principe de grootste gamebeurs ter wereld uh, en ook volledig gericht op consumenten. En ik denk dat het uiteindelijk wel, mocht alles weer gaan lopen... dat het interessanter is om daar dan die grote aankondigingen te doen. Ook omdat, uh, dan zit je ook vlak meer voor het najaar waar al, waar al die games uitkomen. Dus dan hoef je ook niet zo te crunchen om begin juni al eind mei een demo af te hebben. Uh, en laten we niet vergeten dat die IEC gewoon een stel idioten zijn. Want ja. zij maken zoveel rare fouten. Ja, uh, dat, dat is en, zoveel rare ideeën, en huren allemaal in en met een strategie te komen, die dan totaal onlogisch is met hun, weet ik veel, fucking activeren van, van marketingplannen en onzin. Echt ja, verschrikkelijk. Het is niet voor niets dat Jeff Keely daar toen ook is opgestapt. Hij ja. zegt er niks over, maar daar was een reden dat hij het niet zag zitten. En nu... Nee, hij het zei dit. dat, dat wat hij doet. niet een visie deelde, volgens mij, is wat hij erover ja. zei. En dat is uh, ja. precies uh, wat ik ook heb als ik de E3-aankondigingen steeds zie. Niet de games, maar de, wat vanuit de ESA wordt aangekondigd dat ze gaan doen. Over uh, ontmoet je favoriete influencer op de beursvloer en zo. En dan denk je, ja, dat is echt. Als je gaat doen wat Penny, oké, de pack zeg maar al de fucking 10 jaar doet. Ja. Dan ga je het niet beter doen. Je gaat het slechter doen. En je gaat ja. andere segmenten van die beurs gaan eronder leiden. En dat, dat, gaat nog wel eens, uh, dat kan nog wel eens verkeerd gaan. Maar de E3 is niet kapot te krijgen. Die gaat toch niet dood? Want let maar op, nee. volgend, volgend jaar wordt de meest indrukwekkende E3 die we ooit gaan, gaan, ja, gaan dat hebben. Ja, die verwachting waar... heb ik wel ook. Ja. Ja, en 2023 wordt waarschijnlijk een van de beste gamesjaren die we ooit uh, hebben gehad. Want uh, al die grote unannounced projecten, die komen allemaal in dat jaar natuurlijk. Ja. Dat ga je krijgen. Kijk, 2022 wordt ook een heel goed jaar. Met Zelda, Horizon en zo. En allemaal nog wat andere grote titels. Maar 2023 komen al die games uit waar je nu nog niet echt iets over hoort. Zoals Fable, Avowed... Nee, misschien wel dat nieuwe project van Kojima met Microsoft en zo dus dat voorspoken uh, of voorspoken die zag er ook doop uit voorspoken God ja, of War ja. gaat er ook waarschijnlijk pas komen in God 2020. of War 2, ja ja dat 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 uh, Jezus, 23 wordt echt doop. ja 23 oh. wordt echt De film mensen zeker dat 22 ziek wordt maar 23 wordt nog harder uh, dat gaat zeker gebeuren uh, oké okay. wel dat was het ik wil nog even zeggen ik heb nog wat games gespeeld die ga ik niet behandelen maar laat me je wel vertellen noem ze op ik ben ja, oké, okay, ik ga ze af. Psychonauts 2, fucking gruwelijk. Die game is fucking gruwelijk, serieus. Oké, okay, ik ga uh, lekker. We, die echt met uh, Ratchet Clank in gewoon, zeg maar, cutesy-leukheid. Uh, Road 96. Um, Daar ben ik benieuwd naar, man. Ja, wel oké, okay. ik heb hem geresesseerd zeven 7 gegeven. Oké. Okay. Uh, okay. Wel oké. Okay. Het is uh, ambitieus, heel ambitieus, werkt niet altijd even goed. Maar uh, het is best wel een uh, interessant avontuur. Uh, ik heb Quake gespeeld, de remaster. Mm -hmm. uh, best vet. Ja, ik vind ik, ben, ik hou natuurlijk heel erg van Quake mm. um, yeah. En uh, ja, het is echt een hele goede ja, poort. Ze hebben heel veel dingen toegevoegd. Ze hebben de hut helemaal aangepast. Zeg maar, je kunt gewoon multiplayer cross-platform. Je wordt helemaal kapot gemaakt als Xbox-speler over. Dat is wel tof Dat is man. Wel, Dat is wel. Ja, ze hebben echt. Dat uh, heeft het, wel is echt het, werd, het is gewoon een heel moderne game nu, als je hem speelt. Behalve dan de gameplay natuurlijk. Als oh, die ook nog steeds. Ik bedoel, Quake is nog steeds heel. Goed, Maar het is ja heel grauw en zo, maar ja, hmm. het was toen nog niet uh, geen cliché um, 12 minutes heb ik uitgespeeld. Uh, ik weet niet nice. of iemand van jullie hebben gespeeld, of nee, ben heel benieuwd naar je conclusie, man. Daar laat ik het een beetje van afhangen. Oké, okay, nou ik ben een stukje ik, aan het spelen. Als je game uur. design interessant vindt, gewoon als je dan komen we weer op dit punt, maar dat is eigenlijk hetzelfde als met Death Stranding. Uh, yeah. Deze game is op het einde afhankelijk. Ik vond het best wel vet einde, ik okay. vond het best vet einde, maar. Het zijn tropes. En als je ze al kent, als je, als je zeg maar hekel hebt aan makkelijk schrijfwerk, eh, mm. dit is, dit is wel een beetje guilty zeg maar. Oké. Okay. Uh, en er zijn momenten okay. dat je de game echt gewoon weg wilt gooien, omdat je gewoon niet meer weet wat je moet gaan doen. En de loops worden alleen maar langer en langer, omdat je gewoon niet weet, maar je weet nog steeds niet wat je moet doen. Dus je loopt heel vaak tegen een muur aan in die game zonder dat je echt vooruitgang boekt. Dat en heb dat ik nu niet, al. Uh, dat heb ik nu ja. al. Ja dat, ja, dat had ik ook in het begin. Ik huh. kan je een tip geven. En dat is goed luisteren naar haar eerste zin. Daar kom je waarschijnlijk mee verder. Oeh, oké. Okay, thanks. Ja, dat is sowieso iets in de game. Als je niet weet wat je moet doen, denk als een Game On Developer. Denk, ga niet allemaal rare point-and-click dingen doen. Van hoe kan ik, de, kan ik de kaarsen in de wc zetten? En, ja, 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 ja. Weet ja. ik allemaal, dat soort dingen. Probeer vooral uh, goed te luisteren naar wat ze zeggen. Ja, en op de, de knop te uh, kijken dan. Dat vergat ik eerst. Dat is... Kijk hoe laat het is als er iets gebeurt. Dan weet je ongeveer... Dat is... Ja, dat klopt. Maar um, proberen... je hoeft niet op de klok te kijken om uit te spelen. Ik ga hem dit weekend uh, uitspelen. Ja, besloten. Ja, wel heel interessant wat hij doet met gamen. Echt heel erg interessant. Um, die Riders Republic beta... Die ja. ga ik vandaag veel spelen. Uh, ik heb een geheim. Dat is een geheim, mag niemand weten. Ik ben een groot fan van Steep. Oké, okay. nou ja. Hey, uh, uh, kom chillen met mij dan, alsjeblieft. Serieus? Ja, ik ben ik ja, ik ook. Yes, het, there we ja. go! Let's ja. go! Let's go boys! Ik vind het echt een heel goede game van je. Eindelijk! NSC. De andere persoon in Nederland! Ik wist ook niet van... dat ze bestonden. Ik ben altijd heel huiverig nee. wat betreft mijn Steep-liefde. Uh, ik, 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 ik zeg altijd, ik ben nergens fan van, maar van Steep ben ik wel een beetje fan. Want iedereen die de game haat, dus voel ik me extra genoodzaakt. Om exact dat. Te exact trek. dat. Ja. Uh, wat, wat bedoel je, Jacco? Waarom? Uh, wat? Wilde uh, ja, je zeuren over Steep? Nee, nee, ik wil vragen, waarom haten mensen Steep? Want ik heb hem gespeeld, ik vond hem ook leuk. Ja, omdat het puur om realisme okay. gaat en exploration. En dat is niet wat mensen verwachten bij eindelijk weer een snowboard game. Je gaat natuurlijk... Ja, mensen wilden SSX, ja, precies. En dan moet je zo'n probleem, toch? En, en voor die mensen trouwens, doen. die dat vinden, is Riders of Public dan misschien wel interessanter. Uh, want het gaat ja, wel wat uh. meer richting de arcade die kant. Ik heb hem ook kapot gespeeld. Ik heb een hele uitgebreide preview sessie gehad ook, namens oh. Gamer. Dus uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik voel hem, man. Ik voel hem echt... Ik, vindt het overbodig dat ze gaan proberen om die leuke sidequests erin te zetten met zo'n overkoepelend verhaal van hé, hey, je bent de gast die niks kan en straks kan je heel veel. Ben ik ja, helemaal dan. niet voor. Uh, daar sta ik Zins. echt niet voor op de piste. Uh, maar nee. het gevoel van snelheid is uitstekend. Echt hè, echt, hè? dat had ik ook. Um, ja, het gevoel van snelheid is uitstekend. Ik vond het, uh, het fietsen, dat is nieuw. Dat vond ik echt fantastisch. Is leuk man, ja. Het is echt vet. Zeker ja. in first person, man. Het oh, is, ja. is echt vet. Het is echt vet. Ja, ik kreeg, ik kreeg ook dat, hele, dat, ja, dat gevoel van snelheid. Ik heb vroeger BMX racen gedaan en dat kwam er helemaal terug. Ik denk, ah ja, lekker dit. Ja, ja man, dat is echt ja, goed ja, gedaan. Ja. ja, en hey, steep was voor mij die highscore gamer. En ik gewoon een uh, urenlang uh, Er zat bijvoorbeeld een challenge in met een wingsuit. En oh man, bedoel... bovenop die hele Le scherpe berg met al ja, die rotsen. Ja. Dat je de, oh, ik heb ja, die echt ja, helemaal ja, stuk ja. gedraaid. Die heb ik ook zo vaak gedaan. Dat is kicken dan, dan, dan man. Ja, dat is 100% het dat zen is het. gewoon, dat is wat het is. Ja. ja, 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 dat, 100%. Ja, en verder, ja, dat was het eigenlijk wel. Oh nee, ja, um, Action Verge 2, uh, lijkt ah. heel veel op 1, maar ook weer niet. Um, moet ik nog even doorspelen. En dan ben begonnen aan Senua's Cell Sacrifice. Wauw. Oké, okay, ja, awesome man. Ik, uh, ik ga gewoon heel snel zeggen, ik heb heel veel Riders Public gespeeld in de beta. Maar nu trouwens een open beta voor iedereen, dus als je nog niet ja, hebt gespeeld, Ja, nu dus open je beta. Kans. Je kunt hem Luister, als en, je dit luistert, um, kun je hem nog steeds spelen. Nou, ja, verder ben ik echt de hele week op redactie geweest. in de avond en in de middag voor Gamescom. Dus uh, dat was hem voor mij. Ja. ja ik heb okay. geen rol gespeeld. Hè. Ik heb een heel klein <laughs> beetje Riders Republic <laughs> gespeeld. Ik heb een okay. uh, heel klein beetje 12 minutes gespeeld. Ik denk nu een uur of twee. Um, ja, verder was ik. Uh, oh, 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 ik heb wat Trine lopen spelen. Ik heb Trine 2 trein, opgepakt, uh, ik, ik speelde Oeh. Trine 2 bij de lancering van PlayStation 4. Vond ik toen heel dope en ik vond de kleurenpaletten yeah. super mooi. Daarna heb ik er nooit meer aan gedacht. En nu zag ik die collecties een keer in de aanbieding. Ik dacht, was het nou leuk om met mijn vriendin te spelen? Nou, Trine is leuk om met je vriendin te spelen. Echt waar. Is Echt leuk. Ik vind het, uh, ja. ik vind het leuk. Het geeft mij een beetje Lord of the Rings vibe of zo ergens. Oh ja, yeah, dat snap ik wel. Dus uh, ik zou Snap zeggen ondergewaardeerde titel. Misschien moet ik daar eens een keer een reload van schrijven. Maar goed, dat is terzijde. Doe het. Ja. Um, ik zit te denken, dus hebben we alles? Ik denk dat we zo'n beetje alles hebben. Dat was lang, jongens. Jezus. Het is een mooie wow. sessie dit, jaar. We hebben het goed gedaan. We hebben gewoon ja. heel games schrokken. Zonder papa. Zonder Hij was er niet eens bij. <laughs> papa. Zou die kijken? Moeten we even zwijgen? Nah, nee, nee. Sorry, ik ga toch zwijgen, naar papa. Ja. ja. Oké, okay, goed. Okay. <laughs> jongens, uh, als je dit luistert of kijkt, waar dan ook. Thanks. Uh, laat een, uh, een like achter. Uh, hit op die subscription. Uh, luister ook gewoon naar bonuslevel podcast. En naar Erik en Ron. De... Hè? Kom op, Ron en Erik. Ja, we ja, ja. ja. Bonuslevel met die Jacco, Cody en Lucas. En die andere gast. En, uh, <laughs> en, is, er, is er nog een andere gast? Ja, Lucas. Dat ja, zijn Lucas de, zoals die bedoelde. Het. Ja, ja. oké. Okay. Oh ja, Lucas. Ron en Erik, ooit een keer op een dag, Ron, moeten we een, de echte ultieme endgame doen. Wat een crossover van bonus level eigenlijk. En Geert, Martin, bekost. Florian, Wouter, Ron, Erik, wow. Lucas, Jacco en Cody. En dan ja, maar dat moet live dan, hè? Dat moet live. Dus de, de eerste Avengers-film is dat, dat is, zeg maar. Ja. ja, dat moet dan nog In maar net werken, maar, zeg maar na de vierde Avengers-film dan begrijp je eigenlijk pas Endgame. hoe goed het was. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja, ja misschien ja, ja. moet iedereen ja. eerst. Een, nou ja, goed. Ja. De ene is dan Guardians, en de andere zijn dan Avengers, Pff, en de andere ja, Defenders. Is... Kijk, oké, okay, hier haak ik al weer af. Um, <laughs> ja, we gaan hem afkijken, denk ik. Ja, want uh, ik weet ook niet wie wie zou zijn. Wij zouden in ieder geval niet. Ron en Erik die zitten waarschijnlijk gewoon in een hoek weer, onvoorbereid. En die komen daar opeens aan bij de grote veldslag. Een beetje Was Guardians of the Galaxy <laughs> <this> the <laughs> oh, <nee>. uh, <laughs> yeah. dan. Oh fuck, we wisten. Is de shoot we vandaag? Is de shoot? Oké. Dan Dat het in je trailer. Nee, oké. Okay, uh, bedankt dus voor het kijken. Tot de volgende keer.